Arrogant? Nee, ik ben altijd... Humble, hè? Humble, ja, man. Je weet, met sommige dingen kunnen ook gewoon weer weggaan, weet je. Dus je geniet van het moment en probeer zoveel mogelijk jezelf te blijven. En te ontwikkelen van wanneer iets dan niet meer is, dat je dan ook niet stopt met leven of wat dan ook, weet je. Dus als ze stopt, ga je verder weer met wat anders of wat nieuws. En dat is het probleem van heel veel artiesten. Ze denken dat ze bekend blijven. Maar je moet ook beseffen, het kan over zijn. Juist. En je moet ook hard blijven werken om bekend te blijven. Ja, ja. Je kan niet teren op oud verleden. Nee, klopt. True. Ja, man. Dus zo, ja. Wat zijn belangrijke punten waarvan je hebt geleerd uit die tijdsgeest? Oké, sowieso het feit dat niks blijvend is. Ja. Nou ja, dat loyaliteit niet altijd is bij mensen. Scorpion King. Yes, life vanuit de Aquaton. Once again, speciale gasten in de building. We hebben de legendary uit Rotterdam, Defrah. En natuurlijk zijn team Brana. To Def, make some noise. Braka. Yes, life vanuit de Aquaton. Amsterdam. Rotterdam, stand up and sign your peoples. Hip hop, you don't stop. Except the Pam Pam Boogie, you don't quit. Death from Supersonic, you don't quit. Too deaf, what the deal, you don't stop. Death. Lekker hoor, thank you man. Ik smokkel dat, ik smokkel sis, ik smokkel zo. Ik smokkel alles, zelfs een pik voor een homo. Voornamelijk, smokkel microfoons voor die verzamel ik. En als je vriendin naar mijn vlekken wil, dan smokkel ik haar schamelijk. Handen bij gespanning, MC Defranic. Smokkel toch al die lokkel van je anus. Sorry dames, voor mijn exclusieve taalgebruik. Het is die microfoon, die ziet er zo gevaarlijk uit. Make some noise! Hey yo, krijg toch allemaal de kleren. Maar blijf met je fikken van mijn kleren. Want ik heb hier de broek aan, peren. Ik smeer hem in bij je vriendin, want zij heeft een naad en leren pijpen als Kim. Als ik in de Holland een schijf lul heen geef, weten, maar die hangende ballen zitten vol verstand. Af en ik kom hier mijn ding doen, dus laat me mijn ding doen. Smek die rappers als pingpong. Van veraf lijk ik op King Kong. Van dichtbij zie je mijn ding dong met een snor als Robert Long. Ik draai een vis, oude school en een scherpe tong. Geen keer die kotti, maar kotte met de fong. Dus toen die stom. Want ik eet je op als zotte landom. Dat is een Surinaamse pom. Hey, zeg de schooier, too deaf. Thank you, Judy Kane. Hey, my boy. Ik ben de gramverkoper, de hoeren lopen. Het woord op straat die luidt, fuck die rap van jou, want die van Kane is doper. Die lage schooier, de bloed te dooien. De meest gehate rapper, de kickboxer, de Amsterdamse pooier. De pillenhandelaar, de C-Dag wandelaar. Die schijnt in het ondergrondse queen, het als een kandelaar. Dus bitter de nikker, de altijd iemand bitter de nikker. Kane is altijd die strot aan de krikker, zitter de nikker. Die rode neger, die vak hoort je bitter mooie neger. Maar doet je grappen, je overspannen, hij je dode neger. Ik trap je kop blauw, verbrijzel je ribbenkaas. Kom in pik, ik heb meer ballen dan een flippenkaas. Lekker hoor. Oh my god, in de building, wat moet je nou vertellen? Wat is het dan? Wat is het dan? I got it, man. Ja, trek met de bek niet open, man. Kom op dan, man. Je zit hier aan tafel met een triple OG Sugar Kane, man. Shit! Ja, man. En kan je voorstellen, bro, dat dit gewoon een first was uit... In 2000 opgenomen, geschreven in 1999, man. Ja, de oud man. Old school, hè? Ik ben oud, hè? Ik ben oud, hè? Hey, ik ben vorige week ben ik 50 jaar geworden. Ja, man. Ja, yes, sir. 50 jaar hip-hop. 50 jaar hip-hop. Shit. Ja, ik ben geboren ook in het jaar dat hip-hop is geboren. Ja? Oh, dom, man. 1973, man. Dat is mijn bouwjaar. Was ik drie? Ik was drie. Shit, man. We zijn Oru, hè? We zijn Oru, toch? Oké, dan. Def, ik ben zo ontzettend blij dat je er bent.
Weet je hoe vaak ik je ging stalken, G? Je ging me altijd afwijzen. Samsa eigenlijk, Samsa. Hé, hey, Noe, kijk, nu zit je hier toch. Nu ga ik je pakken toch. Interviews. Waarom, bro? Interviews heb ik echt niks mee, man. Maar bro, als je goed kijkt naar deze podcast, de Doofpot, dan zie je toch dat het geen interview is. Dan zie je toch gewoon dat we gewoon praten als matties, als collega's en broeders onderling. I know, maar ik hou niet om mezelf te bewijzen en uit te leggen en Oké, ik begrijp wat je zegt, maar weet je, om eerlijk te zijn, Def, ik vind wel persoonlijk dat je heel erg trots mag zijn op jouw bijdrage aan de hip-hop scene. En al vind je het niet noodzakelijk voor jezelf om te jaffen, dan ga ik even voor jou jaffen. Ja, toch? Hé, hey, Def. Mensen, kijk, mijn persoonlijke mening. Def Rhymes. Def, bro, je weet toch, jij bent een hele grote, belangrijke inspiratie geweest. Voor mij. En ik weet ook voor de hip-hop scene. Niet alleen in Amsterdam of in Rotterdam, maar ook daartussenin en rondom. Vroeger als jij moest optreden, Def, had je altijd meteen de hele zaal mee. Had te maken met hoe je opkwam, je overtuiging. Ik bedoel, voordat ik bekend werd, ik was al bekend, maar voordat... Je was meteen al bekend. Ja, man, dat was onvermijdelijk hoor. Toen, ja, je was meteen al bekend. Het was want echt heftig, je overtuiging, je presentatie, gewoon hoe je kwam, je energie waarmee je kwam, bro. Je kon niet anders dan jou toch respecteren. En al trad je elk weekend 12 keer op, toch nog, als mensen je zagen, dan hoor je even, ah, Def weer. Maar toch, je 2 minuten later is die zo'n job, en ik wil nou maken. Ja! Die gekke pokoe van je, hè? Ja, man, DJ Get Hyper, hé. Hey. Shout out to DJ Get Hyper, man. Sowieso, man. Ja, man. Ja. Maar, Def, je bent echt... Mensen weten het niet, want ze zien die pokus van je nu en ze willen hun mening vormen, maar ze waren er niet bij toen ik erbij was. Ja. En daarom vind ik het heel belangrijk om de kijker mee te nemen achter de schermen van waar Def Rhymes echt is begonnen, man bro. En daarom wil ik met jou teruggaan in jouw tijdlijn. Hoe jij bent begonnen als MC in die hip-hop game en hoe je voor het eerst in contact bent gekomen met hip-hop. Take us back. Ik was een onzekere mannetje. Ik bijt altijd mijn naast, nog steeds. ik was aan het rappen toen ik 12 was. Ja, ik was 82. Toen hoorde ik rap op de radio, op een Engelse radiostation. Mm-hmm. En toen wilde ik dat ook. Toen ben ik Engels gaan rappen. Juist. Want mijn Engels was gewoon slecht. Maar je had wel flow. Die flow was... En toen ben ik naar school gegaan, ben ik expres Engels gaan leren. Alleen om... Om goed Engels te kunnen rappen. Ja. En wie waren jouw inspiraties toen in die tijd, man, bro? Wie inspireerde jonge Def Rhymes op 12-jarige leeftijd? Ik ken ze niet. Nee. Oké, Tila Rock. Ja, Tila Rock. Ja, man. Chinese beatbox. Ja, please. Pshop. Damn you, please. Ja, toch? En weet je dan? Captain Rock, ja, man. Shit. Die had je op die oude electric boogie plaat, stond die ook. Captain Rock, you rock. Treacherous Tree. Ik ben echt van de old school. Maak het tijd, bro. We hebben net vorige week een 50th anniversary hip-hop gefeed. Dus we zitten nog een beetje in die nasleep. Maakt niet uit. Bring it on. Bel Biff DeVoe. Die kwam later Poison. That girl is poison. Nee, maar zoveel. Ja, gewoon veel. Maar echt veel. En kan jij nog een van jouw eerste teksten herinneren? Nee, man. Weet jij ze? Ken jij ze? Nee. Ik weet wel gewoon dat je heel erg lauw was. Mijn allereerste tekst is een Nederlandse tekst. Oké. Okay. Oh ja? Ja. Ja, klopt. Want we waren in de jaren 80, braken we wel eens vaak toen ook in het Nederlands. Ja. We namen het toen nog niet serieus, hè? Nee. Okay. Toen had ik in het Nederlands.
Weet je nog een paar bars? Ik zat gisteravond op het politiebureau. Ze zeiden dat ik blowde. Het is helemaal niet zo. Was erg kwaad op die agent. Ze zei ik kan pleuratering vent. Ze had mijn gehoord tegen mijn ballen. En ik was gelijk op de grond gevallen. Achter mijn mes stak hem in de bloed. En yes, sir! Het was mijn allereerste. En heel de buurt wil het altijd horen. Gruwelijk. Ja. En weet je, Def. Weet je wat ik zo dope vind? Is dat in die tijd had jij ook in de jaren 80 later... Ik neem een sprongetje hoor, want ik weet niet zo goed wat er daartussenin is gebeurd allemaal. Maar I bet you paid a lot of dues trying to like write rhymes, je weet toch, in Engels. Ja, ja. En op een gegeven moment maak je gewoon ook een videoclip op doelen, bro. Ja, ja, ja. Want shit, bro. Want kijk, ik weet dat in die tijd jij kaarten wel veel maatschappelijke... issues aan, maar soort met een knipoog. Ja, ja, dat ja, deed ja. jij toen eigenlijk al in het Engels. Ja. Eigenlijk wat jij nu doet is niks bijzonders of anders dan wat je eigenlijk al die tijd deed. Hoor. Ja, ja. Alleen gewoon in een nieuw jasje van in de tijd van nu met de sound van nu. Ja. Maar jij was altijd al op die politieke maatschappelijke thema's eigenlijk al. Uh-huh. Wat heeft jou daartoe geleid om dat te willen uiten en verwerken in je lyrics? Het systeem vind ik al lang kaka. Het hele systeem, het witte systeem noem ik dat. Juist. Ik vind het witte systeem echt gewoon... We leven er wel in. Maar ik ben gewoon tegen... Een spel wat verbeterd kan worden. Ja, ook racisme. Juist. Ik heb zo'n hekel aan racisme. Ja, maar bro. Ik had al eerder tegen Fernando gezegd... 80% van de Nederlanders zijn racisten. Ja. Maar ze weten niet beter. Wow. Ze kennen de geschiedenis niet. Dus... Maar, dus dat soort dingen kaart ik ook aan, maar dan op een grappige manier. Juist. Ik denk persoonlijk, als ik mijn persoonlijke mening mag ventileren hierin, dat dat niet komt per definitie door de bewoners zelf, nee. maar door het schoolsysteem Juist. Die de bevolking opvoedt en een educatieve programmering hebt geïnstalleerd in het systeem, waardoor wij opgroeien met een bepaald programmeringsprogramma. Ja, we zijn geprogrammeerd om op een bepaalde manier te denken. Dus dat bepaalde mensen niet weten van ons en wij niet... Ja, wij weten van ons, want wij zijn Nederlanders. Ja, toch? Ja, wij weten van hun, ja, maar ja. zij weten niet van ons. Dat is het. Dat en is... zo krijg je al die soortige uitbalans ding, toch? En bewust is het weggelaten, zeg maar. Ja, voor ons te weten. Tuurlijk. Zeg maar, ze moeten wel beseffen dat ze ons moeten respecteren, omdat alles komt uit Afrika. 100% mee eens. Telefoons, alles. Dus alles, girl, hip-hop. Zonder Afrika waren we hier echt niet. Nee, 100%. Het is gewoon niks. Klopt, man. Dus, maar bizar, hè, bro, dat eigenlijk nu de dag van vandaag... we zien nog steeds dezelfde revolutie, soort van vloeien in de wereld. Ja. En wij, jij, met name nu, even nu jou, want jij zit hier, jij bent mijn eregast... samen met je teambraden hebben we straks nog een speciale eregast... die komt ook aanschuiven aan tafel... Mm-hmm. Dat jij eigenlijk ook al in de jaren 80 deze problematiek aankaartte. Dus je ziet dat er eigenlijk nog niks is veranderd. Hè? Want je rapte er toen over, maar het is nog steeds nu. Ik heb altijd met racisme te maken. Altijd, nog steeds. Noem eens een voorbeeld, man, bro. Nee, zonder dat je meteen mensen, weet je, pijn doet. Gewoon... Wij donkere mensen zien alles. Ja. We zijn wit, we zijn blank, we zijn hier opgegroeid. Yes. Dus we zien hoe ze denken, hoe ze voelen. We zijn gevoelsmensen. Ja, ja, ja. En we hebben geen hekel aan... We hebben een hekel dat ze ons niet begrijpen. Ja, ja. We hebben geen hekel aan ze. We hebben hekel aan dat ze... Onbegrip. En onrechtvaardigheid. Ja, ja. Zoals Zwarte Piet, die bullshit, dat soort dingetjes. Ja, man, bro. Ja, maar ja. Laten we positief houden. Nee. Het is ook positief, want het is educatieve overdracht. Want men mag weten hoe wij ons voelen. Ja, ja. En ik sluit me aan bij wat je zegt. Weet mm-hmm. Dus ik vind het gewoon ook bijzonder dat je dat aankaart. En als mensen eigenlijk ook naar je pokus luisteren, of ze naar oude pokus luisteren of naar nieuwe pokus, je ziet altijd wel dat met een soort van knipoog het wordt aangekaart. Ja. Eigenlijk staat Def Rhymes voor mij daar wel om. Dankjewel. Voor, je staat daarvoor, vind ik. Ja. Persoonlijk, hè? Dus je breekt je fatu, alle ballen verzamelen! Je weet toch? Maar, weet je, er kan ook een knipoog gegeven worden van, hé jongens, we zouden even wat beter kunnen doen met z'n allen, man, bro. Klopt. Ja toch, bro? Ik neem een kleine stapje vooruit naar die clip met doelen. Eigenlijk, wie heeft die clip geschoten eigenlijk? Want we praten ineens inhoudelijk over die Tory. Weet jij nog wie die clip heeft geschoten? Ik denk Redman.
Ja, hè? Als je het omdraait. Redrum. Ja, Redrum, toch? Ja, Redrum. Redman, ja. Mike Redman. Ja, ja, hij, heeft die, hij heeft die clip geschoten. Ja. En wie was die fotograaf dan? Erik Die Eye. Hoe heeft hij het niet gemaakt? Nee. Oh, ik dacht, sorry. Ja, dus ik weet niet hoe het is gekomen. Ik wilde gewoon een clip maken. Maar lauw, maar welk jaartal was dit, bro? Sowieso 84, 85. Dan ben je toch een van de eerste gewoon die sowieso überhaupt een videoclip hebben geschoten? Want niemand nog had een videoclip geschoten, man. Nee, klopt. Ja, klopt. Ja, weet je. Ik ben niet meer bezig met eerste of tweede. Maar bro, je zat ook in de Moonrunners. Ja, daar ben ik mee begonnen. Je weet, was het de... 85 kwam ik Deems tegen. Ja, shout-out naar Deems. Ja, ik was aan het rappen op straat gewoon. En zei Deems. En zei Deems tegen me, Def, je moet echt meegaan naar een club. Space. Dat zijn een paar rappers. Dus je heeft hem daar naartoe gebracht. Aha. En toen heb ik me voorgesteld, moest ik gaan rappen. En toen vonden ze me gelijk doop. Gruwelijk, bro. Van de Moonrunners is een... Super Sonic gekomen, DCO, weet ik wel. Oké, stop, want voordat je weer verder gaat bouwen met die Lego-blokken van je, gaan we nog eventjes die Moonrunners. Ja. Wat heb je, hoe lang heb je in die groep gezeten, Moonrunners? Ik heb niet echt in die groep gezeten, ik was gewoon part. Gewoon de posse, je was gewoon part of the posse. Ja, Bad Boy Posse. Yes. Moonrunners had Bad Boy Posse, en ik was gewoon een tak ervan. Ah. Ze hadden allemaal takken. En wat is er gebeurd hier in de Akteton? Want jij was toen... Jongen, je denkt dat ik het niet weet, maar papa. Je denkt dat je doorsnee takjes gaat voeren met de triple OG. Shit! En je bent op mijn grond hier, hè, Damskop. Ja, ik heb hier een battle gewonnen. Ja? Ik had een beetje ruzie met iemand, de artiest. Ja? En dan heb ik gewoon echt een disc, gewoon gedicht. Wil je die naam noemen of? Nee. Is Matthias. Ja, oké. Dus maar waar ging die, waarom was je boos? Dat was gewoon, zo ging het vroeger. Ja, hè? Iedereen was boos. Iedereen was boos. Ja, ik was ook boos op Extens. Ja, hè? Ik was op Kaka met zijn milkshake rap. Maar nu is hij gewoon doof. Ja. Raar, hè? Dat we vroeger waren boos op iedereen die er was eigenlijk. Ja. Tony Scott ook Kaka. Ja. Sorry, Tony. Major love for jullie, my boys. Man, it's nothing but love, man. Ja, man, gruwelijk. Maar dat hoort erbij. Ja. Maar jij kreeg gelijk respect. Weet je, man, toen hij kwam. Iedereen was bang voor hem, hè? Hey, zo. Hij was die pretty boy, maar dan die... Maar laten we niet over mij praten. Kickboxen, thaiboxen. Deze man, joh. Ik weet het, deze man. Maar je draait die toren heel mooi, maar laten we niet over mij gaan praten. Shit. Ja, man. Major respect, man. Dus Def, je weet toch, ik weet gewoon dat... weten jullie dat dus Def... eigenlijk ook een battle rapper was. Hij was gewoon wel politiek, maatschappelijk ingesteld met dat soort thema pokus. Maar ze stoppen konden ook doorslaan en die man zag gewoon blind en ging op je jumpo en ging je ook gewoon battelen met lyrics. Dat was Def Rhymes ook. Dus dat zouden jullie misschien niet weten of weet je, die connectie kunnen maken, maar het is echt zo, man. Ja. Dus op een gegeven moment, 1989, ik moet optreden met Toetof in Kwaku bij Kruiskade, toch verleende stukkie. Oh ja, dacht ik, toen je was gevallen op het podium, dacht ik. Nee. Was je daar ook fijn? Ja. Ik was hard Lelystad, gevallen. Lelystad. Ja, nee, was niet Lelystad. Ja, was Lelystad, bro. Nee, man, hou op, man. Was in... Nee, Lelystad, bro. Nee, bro. Lelystad, bro. Nee, bro. Ik weet het, hè. Ik ging presteren daar. Bro, nee, hey. Je bent in de wat dan met iemand anders. Ik ben gevallen in voorprogramma Big Daddy Kane. Bij een vrije vloer. Niet vrije vloer. Nee. Ik had het er laatst over, maar met Sherry Lee. Ja. We moesten optreden in Rotterdam. En ik deed die voorprogramma van Big Daddy Kane. Ja. Daar was Park, ik... Parkzicht. Ja. Daar was ik keihard op mijn bek gegaan, G. Oh my god. Het was de allereerste keer dat ik dus een grote major optreden moest doen als voorprogramma, bro. Je weet toch, dus ik was vet zenuwachtig. Je weet toch, boom.
En het gaat gewoon meteen fout, gewoon eerste minuut gewoon meteen, man, bro. Kan gebeuren, jongen. Ik ben het aangevallen. Ik ben vaak maar jij stond weer op en je was er een fatsoen erover. Maar ik was bloedserieus, toch? Dus voor mij was dat die vallen, was gewoon het vallen van mijn carrière. Alles, het was gewoon klaar daar voor mij. Ik was gewoon dood. En ik was nog jong, toch? Ik was 15 of zo. Dus ik rende van die podium af. Ik wist niet wat ik moest doen, toch? Ik kon er niet mee om. Maar in datzelfde jaar, in 1989, trad ik dus met Toetof op in Kwaku. En toen ging jij samen met Hurrigan, je andere brada, ging jij dansen voor Musical Messengers. Nee, dat was mijn broertje en nog iemand. Ik heb niet gedanst. Jij ging dansen, jawel man. Ik zag je schoenen, je veters taaien, man. Jawel man. Ik kan niet dansen. Je hebt dansen? Ik kan niet dansen. Echt niet. Oké, wat ging je doen? Ik was altijd presentator. Ging je presenteren dan? Dan ging je presenteren. Ik gaf altijd feesten, toch? Maar wie ging wat doen toen in Kwaku, man? Want je teambrader die ging dansen. Hurrigan ging dansen met nog een keel. Met keel, nee. Nee, niet met Mokou. Hille. Zou best kunnen. Ja. Zou best kunnen, ja. Ja toch, rest in peace. Uh-huh. En ze gingen daar toen dansen, volgens mij. Jij ging presenteren. En het was een soort van wedstrijdavond. En toen Adisio had gewonnen. Klopt. En toen zeiden ze van ja, we konden jullie niet laten winnen, want we zijn in Rotterdam. En anders hadden we problemen krijgen met die boys. Maar, Amsterdam. Maar eigenlijk hadden jullie gewonnen. Zei ik, dan geef ons die beker dan. Dus zo ging het ook, hè? Zo kon het ook gaan. Je wist van dat papa had gewonnen, maar je wou niet toegeven dat ik had gewonnen, toch? Ja, maar alles had echt risico. En er zat een risico om fit te komen, toch? Ja. Zie hoe onsportief, Feyenoord shit. Fuck dat, hè? Ja. Veel vechtpartijen, joh, vroeger. Echt, hè? Wauw. Zo man, bro, nu dat je daarover praat, ik kan me nog heugen, jongen, ook met Tony, jongen, en toen in die tijd gewoon van Imperium, gewoon, er was er met die CBT, was er een hele soort die tijdsgeest, die was lauw, hè, Roffa, hè, bro. Melkweg ook, was ook een Tony hier, Melkweg, was je erbij? Nee, maar daar heb ik wel over gehoord. Ik weet alleen dat ik was toen in Imperium, in die tijdsgeest, volgens mij moest een van die gasten van, niet Fushnikkens, maar een van dat soort type kaliber groepen als ze moesten optreden en CBT was ergens in de buurt en iedereen met para begon dingen te pakken, stenen. En ik denk, opeens zie ik Unique, ik zie al mijn gasten die van Pastor Jazz, die lange keel toch op die kickbox kul zo. Hey G, helemaal para daar in Roffa, hè? Maar ik was altijd degene die rustig ging sussen. Ik was altijd sussen. Ik kon beide kanten, dus ik ken iedereen van Hengelo tot met Groningen, Zombie Squad. Dus ik gaf altijd die feesten. Juist. En ik liet bussen komen naar die hiphopfeest, want vroeger had je niks anders. Nee, klopt. Had je alleen maar hiphop. Hiphop. Yeah. Dus daardoor ga je gewoon feesten geven. Ik was een van de enigste. Yes. Nou, mensen hadden zwak voor Def. Ja, toch? Iedereen had altijd van eerst van, Def is altijd cool. Niemand ging beef zoeken met Def. Ja, dat is raar. Zeg maar, als je beef zoekt met Def, dan is er iets mis met jou. Dan is er iets mis met jou, ja. Ja, man. Ja, toch. Weet je wat ik zo leuk vind? Is dat op een gegeven moment, weet ik nog, dat je ging, dus na die Kwaku, weet je, ik zag je vaak voorbij komen. Jij moest zo vaak optreden, man, Def. Ja. Zo vaak. Zeg gewoon mijn leven, optreden zeg mijn leven, vanaf 14. Maar hij ook, ik kom nu bij hem. Wacht. Want ik ben nog in 89 en ik weet van, weet je, oplopend dat 90, 91. Je werd toen Supersonic Crew, hè? Welk jaar werd je Supersonic? In 1990? Nee, 86 met DJ 7 en Aita Cross. Juist, eerst was dat die line-up, hè? Ja, en daarna kwam Get Hype. Ja, die kwam in 88. 88? Ja. Oké. Okay. 87. Rest in peace, Aita Cross. Ja. Rest in peace. En maar ik ken jou dus, ik begon van Supersonic te horen eind 90. Ja, nee, begin 90. Begon ik van Supersonic Crew te horen. En je was heel populair. Je trad echt heel vaak op. Is niet meer normaal hoe vaak jij moest optreden. Bro, je weet toch, we waren allemaal jong en gierig toch om op te treden, want dat was die money toch. En gulden tijd, je weet toch, was echt. Als je een jongetje bent van 14, 15, nee, je verdient 750 gulden, je bent tof toch. Ja. Is veel geld. Wij zagen je zo vaak voorbij komen op die flyers, hè, bro. Supersonic crew. Niemand kon om jou heen, Def. Je trad echt ontiegelijk vaak op. Hoe heb jij deze periode van
90, 92. Hoe heb jij dat beleefd, bro? Want je was overal. Ja, ik was ook de enige presentator. Ik gaf heel veel, ik presenteerde heel veel Amerikaanse artiesten. Nee, maar je trad gewoon ook op Supersonic Crew, man, bro. Ja, dat was mijn. Ik ben ermee opgegroeid. Dit is mijn. Ja, weet niet beter. Ken je nog een paar pokus, titels van die tijdsgeest? Die patro. Of... Hey, mijn broertje weet alles. Juist. Back him up. Oh ja, ja, dat is weer een andere pop. Die is 92, die is 92. Oh, nee, je springt. Spring? Okay. Ik breng het terug. De kom je patro. Kom je patro, ja, patro. Kom je patro. Ja, toch? En wat was die snelle pokoe ook alweer? Bad Boys. Bad Boys. Ja, toch? Bad Boys. Bad Boys. Hey, DJ Git, hyper. Je kan beter met die pokoes komen, man, brother. Want we zitten allemaal op jou te wachten. Heel Roffa, heel Damsko. Wij allemaal in Tata zitten op jou te wachten. Drop die bulk uit je computer, man, G. En let's go. Oh, ja, man. Hyper maakte gewoon goede beats. Hij maakte tevreden beats. Maar Diebo ook. Oh, ja, sowieso, hè. Sowieso. Diebo van Postman. Oh. Volgens mij, ik ga nog niks zeggen. Maar bro, in 91 zie ik nou jouw Team Brad opeens komen op die stage, man, bro. Ja, hij was 6. Ja, nog steeds. Nee, maar hij was 4. Wat had je toen? 4. Ik begon voor mij 3 of zo al. 3 ja. Kwam ik al mee, zeg maar. Maar je was in 91 was je geen 3? Nee. En dan was ik geen 3. Wat in 91? Wanneer ben je geboren? 84. Dus je was 7, 6. 6. Ja, hij was wel met 3 begonnen. Ja, ja, bij jou, maar dat wist ik nog niet. Nee. Ik zag hem voor het eerst als jouw Team Brada in Metropool komen. Ja. Toen ja, je ja. met Chaos en McCool als achtergronddansers. Ja. En dan bam. Ja, daar. Gekhuis. Dope, hè? Nou, bro. Toen gewoon uit de rap. Hij was de mascotte van de groep. Echt, hè? Van de Bad Boys passie. Echt. En je moet beseffen dat jij bent altijd een hele bijzondere showman geweest. Jij trad op. De pokus kwamen. En ging gewoon de handstand doen. En ging gewoon lopen op je handen, gewoon op het podium. Gewoon gek. Ja. En dan kwam je altijd met je Adidas sneakers of je Ewings met die lip helemaal eruit. Ja. Of met de plastic banen. Met de plastic banen. En dan kom je zo op het podium lopen. Of met een plantenspuiter in. Ja. Mensen nat maken. Snap je het? Mensen nat maken. Je had altijd hele toffe, bijzondere show-elementen in jouw show, man, bro. En ik waardeer, respecteer je voor dat echt enorm. Want ik weet gewoon dat ons als hip-hop scene ook heeft geïnspireerd om op onze eigen manier... Je weet toch ook met show-elementen te komen. Nee. Je weet ook wat ik bedoel. Want dat was vroeger wel dat ding. Hè? Je moest wel met een show-element komen in je show. Anders was het gewoon boring als je alleen op het podium kwam. Alleen maar rappen. Nee man, daar had niemand wat aan. Je moest met een show-element komen. En op een bepaald moment kom je dan met je Team Brada gewoon op die stage. Maar waarom praat je zo lof over mij? Zo lof. Omdat ik respect voor je heb, Pip. Big love. Hij is gek, hè? Hij is gek. Ja, toch? Ja. Dus je kan met je Team Brada. Fuck, hoe als Team Boy? Ja. Heb jij dat allemaal beleefd, man? Ik was echt een Team Boy, zeg maar. Maar ik ging altijd al mee, zeg maar, naar bepaalde optredens. En dan gingen ze me in de kleedkamer stoppen. Uh-huh. Met jas over me heen. Of moest ik even slapen, zeg maar. En dan gingen ze me wakker maken. Oké, je moet op. Ja? Serieus? Dat ging het gewoon, man. Het zijn gewoon al die boys. Toen vroeger, toen ze dus uitgingen, of als Def een party gaat organiseren, je moet beseffen, gingen ze bijvoorbeeld in de trein, en die hele trein zat vol, die ging naar dezelfde plek. Juist, naar Bubbles of zo, weet je? Ja, juist. Maar je moet beseffen, die NS is faya, want alleen maar treinen voor me om in blakka's. Hoe ga je mensen controleren daar? Juist, ja, die controleurs durfden niet te komen. Ja, je hebt gelijk. Of ze gingen verstoppen in die stoelen, toch? Ja. Gingen ze verstoppen daar. Maar je moet beseffen, die hele stoet ging daarheen, dus je had... Dat was de koude backup met mensen van, weet je, in heel die club. Gruwelijk. Zeg maar, weet je. Dus dan ging ik als Team Boy ging ik ook mee. Zeg maar, dan gingen ze me eerst in de kleedkamer stoppen. Van oké, okay, voor mij gingen ze meis lullen en zo. Tuurlijk. Hoe ze nu op mij te letten. Waarom ging ik een beetje dagga, een beetje slapen zo. En toen moest ik op, zeg maar.
Ja, en dat was dan, ja, dat was dan iets van die mascotte. Maar ik had wel mijn raps klaar, weet je. Ik had dan echt mijn wat je kwam met blote basket. Als teamboy kwam je zo, toch? Je ging zo gespierd, ging je staan, toch? Nee, dus was een bodyguard. Je had ook een bodyguard, maar ik ging ook mee. Ja, we gingen samen. Want je ging iets doen met die bodyguard of zo, dat die... Dat hij met zijn borst Bobby ging spelen of zo, toch? Zie je? Ja toch? Dat hij op een maat beat ging maken of zo. Huh? Sabbat. Sabbat, ja man. Shout out, man. Oh, ja. En wat ook bijzonder was, je kwam ook met MC Aldrin. Ja, die beatboxer. Legendary. Ja, daarna ging hij naar Ali B met Ali B wat doen, toch? Ja, maar het was toch veel later, man. Veel later, man, bro. Ja, maar zie hoeveel... Vrede hip-hop moves je eigenlijk hebt gemaakt, man, bro. Show elementen met een bodyguard die met zijn Bobby Beats maakt. Met je cheap brada gewoon. Je weet toch, die gewoon eentje loopt te posen alsof hij Schwarzenegger is. Bar spitten. Je komt met een plastic cabana op. Met grote te grote patas. Je gaat op je handen lopen. Je komt met G-Mats op podium. Ben je niet gevallen zo? Ben je niet gevallen? Ja, daarom. Ik heb stiftand. Ja? Van het podium gevallen tegen de dwang... Hé, maar wacht even. Waar je het niet over mij lag of zo, omdat ik was gevallen? Hè? In de building! Def! Want die stift dan, die heb ik niet, hè? Gruwelijk. Ja, ja. Ik ben er trots op. Ja, je moet wel. Je kan niet anders. Je wou lachen toch? Ja. Maar man. Gruwelijk, man, bro. Mm. Bijzonder, man. Def, weet je, je hebt te veel mooie dingen gedaan. Je hebt zoveel memories, man, gegeven aan ons als hip-hop generatie in die tijd ook. Dat we, weet je, met de bus van Amsterdam naar Rotterdam gingen. Dan was er weer een bobbling, soort contest in Rotterdam en Imperial. Was je ook in die tent? In Krooswijk? Ja, toch, in Krooswijk toch. Oh, ja. Met cousin Steve nog, rest in peace. Ja, en we zouden moeten optreden met Time Drillers, was daar, Moonrunners. Ja, toch, bro. De Krooswijk op Stelto. Was dat? Ja, ja. Krooswijk op Stelto. Gruwelijk, man. De tent. Ja, man. Maar ze gingen helemaal los. Ze gingen helemaal los, man, bro. Bij jou? Nee. Ja, wel bij jou. Je moet optreden ook. Ik heb niet opgetreden. Huh? Nee, we moesten optreden, maar het ging niet door. Oh, en ik werd helemaal para dat het niet doorging, want we waren voor niks gegaan, toch? En dan, dat was nog die tijd toch dat je in de trein ging springen, weet je, ging je glippen. Je weet toch, je weet toch, ik van, nee, Lospan, ik ga optreden, dan ga ik het met die optredengeld ga ik wel betalen, dan hou ik nog money over. En dan gaat die optreden niet door. Shit. Zie je? En we kregen ook weer een boete op de terugweg. Dus dat, man, bro. Ja, man. Maar gruwelijk dat je dat ook nog weet, man. Ja, maar vroeger had je alleen maar... DCO. Het allemaal groepen. Bad Boys. Kijk ze allemaal? DCO, Time Drillers. Time Drillers. Moonrunners. Sosso Maniac. Ja, dus... Iedereen kon elkaar. Dus we waren echt aan het battelen met elkaar wie beter is. Ja. maar wel een gezonde battle. Ja, maar ik vond wel dat dat wel een soort van positieve iets was in Rotterdam altijd. Jullie hadden altijd veel, jullie zaten altijd te veel met elkaar te clinchen, zeg maar. Maar at the end of the day, when push comes to shove, zijn jullie allemaal daar op de forefront van, hey, maar wij zijn Rotterdam. Ja, altijd. Ik kan me ook nog herinneren, man, Def, dat je een tijdje in Amsterdam ook hebt gewoond. Ja. Achter naar de poort, in Oost. Ja. En zo kwamen wij in contact, dat we wat vaker gingen optrekken. Ja. En waren ook nog bij mij, op zolder. Ging gewoon nog op zolder met die drumcomputer en met je vriezer. Diamantenbuurt, hè? Diamant, nog steeds irritant. Ja, tuurlijk. En dan liepen we helemaal naar Meirepoort en dan gingen we eten daar, hè? Ja. Hoe heet die kill ook weer, man? Op die hoek, toch? Of die oekoe, toch? Ja. Later is hij in de Javastraat gegaan. Ja. En toen bel ik je op. En toen kom je een cd'tje met mij opnemen. Echt, hè? En dat was mijn allereerste cd-opname. Die first die ik spitte op jouw track met Kid Hyper. Back em up, G. Oh ja, man. Wie heeft die pokoe? Wie heeft die pokoe? Die staat op die verzamel-cd, toch? Exiles from the Neverlands. Ja? Die was georganiseerd door Sherlock van de Zombie Squad. Shout out. Ja, man. Ja. Ja, toch? Dus dat... Het was een soort van project en... Boegaspasi. Wat is er gebeurd? Hij kijkt, hè? Wat is er gebeurd? Vertel die tori. Jouw tori. Nee, ja, maar jij was erbij. Ja, jij wilde hem niet erop, want jij vond hem kaka. Ja. Ik was lastig. Hij zei, die boy gaat eruit.
Hij is kaka. Maar ik vond hem goed. Maar nee, hij gaat eruit. Anders ga ik niet erop. Ik zeg, oké. Okay. Keuzes. Ja. Matti. Ja, ja, ja. Hey, Boega, nee, Boegas Posse toch? Toen ja, in die tijd. Ja, Boegas, ja. Broeder, je weet toch, we hebben. Later kwam ik je dus tegen in Den Haag. En ik moest een freestyle session blazen. Is echt een paar jaar geleden. Oh. En het was gewoon de eerste keer dat ik gewoon weer na 10 jaar of zo on stage stond of zo. En toen was hij me komen opzoeken. Ja, ja. En toen hebben we contact gehad. En toen heeft hij ook oprecht zijn gevoel geuit. Dat hij dat niet doop vond. En dat hij er echt een tijdje mee heeft gelopen, man. Bro. Ja, ja, ja. En, maar weet je. Ik heb excuses aangeboden in die zin van. Ja, kijk, we waren nog jong. Je weet toch. En weet je, nu is het een andere situatie. Maar je moet beseffen dat jongere gasten soms vaak heel heftig kunnen reageren op dingen. Ja, waar andere mensen gewoon echt jaren mee kunnen lopen. Wij waren best wel ook. Eigenlijk gewoon kinderen. Kinderen kunnen wreed zijn. Hoor, dat was vroeger best wel heftig ook. Gewoon. Als je slecht was, kreeg je het te horen. Ja, je kreeg het echt te horen. Te horen. Als het gewoon wack was, weet je, mensen gewoon die stuivers op het podium. Loesoe, man. Ja, man. Precies dat. Dat was het. En nu gaan mensen soort van politiek reageren, weet je. Van, ik denk dat je misschien goed zou doen aan jezelf als je iets nieuws zou schrijven. Ja, nee, weet wat ik bedoel? Maar vroeger was het van, hoeveel man is dit? Nee, maar ga weg, man. Gandhi. Nee, maar ga weg, man. Nee, ik wil niks horen, man. Deze man is nep, man. True, man. Hè? True. Zo ging het toch? Ja, en toen moest hij er vanaf. En toen heb jij die extra verse volgens mij ingevuld. Samen met El Shaik. Weet niet meer. Ja, dat deed hij die Tarzan. Ja? Ja. Oh ja. Ja, toch? Dat is die PC, ja. Want je kwam 2 keer op die track. Ja, je kwam 2 keer op die track. Ja, ja, ja. Omdat hij weg moest gaan. Dus toen heb je... En Git kon toen nog niet knippen. Je weet toch, in die zin van in de studio van. Je weet toch, anders had je hem ingekort. Dus die verse bleef open. Dus toen heb jij die tweede verse heb je gedaan. Engels was echt slecht. Jongen. Maar je hebt dat goed gedaan om in het Nederlands te gaan rappen. Ja, dat wel. Ja. Want hoe eigenlijk heb jij die... Want dit wil ik heel graag weten. Vanuit Engelstalig ben jij... Je rapte altijd Engelstalig gewoon. En af en toe rapte je wel een verse in het Surinaams. Ging je jokes cracken over de Marokkanen en de Hoestanen en de Turken en dat soort dingen meer. Roddelen, ja toch? Maar hij rapte ook in Engels, maar ook Surinaamse woorden erin. Ja, dus hij ging het mengen. Ja, hij ging het ook mengen. Ja, je ging het mengen. Echt dope was dat, hoor. Gruwelijk, man, bro. Echt, dus je bent echt een trendsetter geweest. Wanneer het op dat aankomt, mensen weten dat ook niet, hè, bro. Want ze doen het nu een beetje soort van... Ja, toch? Maar mensen doen het nu een beetje. Maar jij deed het al langer, man, Def. Ik begin niet echt arrogant te worden, wacht maar. Nee, maar. Nee, maar echt serieus. Nee, ik was gewoon bezig. Ik wilde graag bekend worden. Ja. Ik wilde graag bekend artiest worden. En nu ben ik het en ik vind geen bal aan. Het is wel leuk. Nee, ik vind die... hij zei ook legend. Dat hoor ik zo vaak. Dat vind ik echt... Dat vind ik veel mooier dan alles. Ja. Dat betekent dat ik het... Goed heb gedaan. Ja. Dat vind ik gewoon belangrijk. En ik hoef me niet te bewijzen. Ik vind het veel belangrijker dat mijn passie van vroeger mij doop vinden. Ja. Die tijd van die jongens van nu, als ze me kakken vinden. Nou ja. Maar het gaat om die Boa. Yes. Onze generatie. Onze generatie. Als die zeggen van Def, je bent kakken. Ga ik het echt voelen. Ja, ik snap het wel. Dan ga ik echt huilen. Ja, ik snap het wel. Snap ik bedoel? Ja. Want die sta je gewoon dichtbij je adem. Ja. Gruwelijk, man. En wat ik vroeg eigenlijk, dat wil ik echt graag weten. Van op een gegeven moment maak jij die switch naar van Engels naar Nederlands? Mm. Ja, weet ik niet, man. Wat was jouw eerste track ook weer, man, die je ging doen? Was niet Doekoe, toch? Ja, Doekoe was de andere. Nee, joh. Tralalalala. Mag ik mezelf even voorstellen? Dennis de Menace. Ja. Maar ik ben nog niet klaar. Meisjes die noemen mij Pinocchia. Ja, gruwelijk. Had je daar ook een video van gemaakt? Nee, wel een single. Een single? Ja, gruwelijk. Die hoor je
op mijn album de goeiste als hidden track. Juist, want niemand weet het. Dat er een hidden track, als je die als je uit laat lopen, ja, juist. Dan hoor je 2 minuten later hoor je ineens tra la 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 la. Ja. Niemand weet het. Maar was dat nou een compilatie album of was dat gewoon de naam van jouw album? De allergoeiste. Nee, de goeiste. Daarna komt de allergoeiste. Oké, okay, maar... Allergoeiste is een... Is een compilatie-cd, ja. Toch? Murty stond er ook op of zo, volgens mij. Ja, toch? Ja. Wie stond er allemaal nog meer op? Murt, Lloyd, De Meza. Ja, Shara. Wie nog meer? Spinnerman was het niet? Ja, Spinnerman, weet die? Moody, P-Moody. P-Moody. P-Moody, ja, Shara. Ja. Ik had heel veel... Djiboa? Ja, Djiboa, ja. Ik hou van Djiboa. Sowieso, man. Hij is de man. Ja. Hij heeft me echt gewoon... Hij heeft me gemaakt. Ik ga hem spreken straks, denk ik. Ja, en ik wil echt graag weten, ik wil zijn kant van het verhaal echt horen. Mm-hmm. Want hij is een heel mysterieus mannetje. Die eigenlijk veel te weinig belicht is al die tijd. En die echt even belicht gaat moeten worden gewoon voor de zeker hip-hop en de culture, man. No doubt. Voor Postman natuurlijk ook. Dus dat ik weet het. Dus hij was een hele belangrijke element. Ik spring eventjes naar Too Def, man. Yes. Too Def. En nu Schurk de Schooier, weet je. Schurk de Schooier. Luister aan Schurk. Je bent opgegroeid. Ik ben ook echt heel erg benieuwd van hoe zag jullie huishouden eruit, bro? Want je hebt een brada. Ja, man. Def Rhymes. Een icon eigenlijk in de hip-hop game in Nederland, Benelux. En dan aan de andere kant had je een brada Hurricane. Hurricane. En Hurricane, deze man kon tof dansen en daarna allemaal mee produceren. Hij ging voor Ray Slijngaard, je weet toch, voor die All-Stars, weet je, ging hij produceren. Hij kan spelen, piano spelen, hij ging gekke dingen maken, man. Bro. En jij, als Teen Boy, groeit gewoon op met deze twee veteranen gewoon, weet je, die gewoon op deze level gewoon aan het opereren zijn. Wat heeft dat met jou gedaan, man? Ja, ik zeg maar qua muzikaliteit heeft het me echt ook veel geholpen. Def was dan de hip-hop guy, Hurricane was die R&B guy, dus ik heb van dat meegekregen. Op podium staan, weer het entertainen, dat heb ik ook weer meegekregen. Dus daar in mijn... En de oldschool van mijn papa en mama, oldschool muziek? Ja, de oldschool van mijn papa en mama. Ja, sowieso. Ja. Van mijn ouders natuurlijk, ook van mijn tante, die ging gewoon huilen op soulmuziek gewoon. Serieus? Ja, rest in peace, Tante Joyce. Rest in peace. Ja, man. Dus dat heb ik echt meer... Dus ik heb voor Best of Both Worlds van alle kanten heb ik meegekregen. Ja, we hadden zelfs een podium in onze ossel. Ik weet niet, we moesten gewoon... Serieus? We hadden een podium in Krooswijk gewoon. Dat is apart. Meen je niet? Ja, het was zo gebouwd en we hadden gewoon een podium in onze ossel. Ja. Dus het was zo'n, entertainment was echt ons ding gewoon. Dus jullie rolden gewoon uit jullie beds meteen naar het podium. Dat performen gewoon. Ja, man. Dat is, De Pootstraat, hè? Pootstraat, man. Ja, man. De Krooswijk. Man, bro. Inderdaad, eigenlijk waar jullie boven zijn gaan oefenen, ben je in Krooswijk, toch? Mijn zus woonde daar, toch? Jullie waren in die auto van mijn zus. Ja, daar. En beneden, zeg maar, daar wonen mijn ouders. Wij woonden daar, zeg maar. Dus we wonen gewoon naast elkaar. Dus ik heb echt van allemaal heb ik meegekregen van mijn broer, van weet je, produceren, met muziek maken. Yes. Daarom produceer ik nu ook, weet je, van Def, ik rap nu ook, weet je, ik sta op podium, ik deed basketbal freestyle, weet je, dus dat is entertainment podium, dus ja, ik heb... Als we zeg maar geleidelijk vanaf die jonge jaren dat ik jou zag in Metropool, dat iedereen zo'n schattig klein jongetje vond die op het podium kwam en die dan gespierd zo ging staan, die ging rappen. Ja. Ja, ik weet het, die sixpack is weg, Sturks bro daar. One pack. Maar wij allemaal zitten in die barbapak, trust me. Weet je, maar hoe ben jij gaan ontwikkelen, evolueren zeg maar, van weet je dat je... Ja. Weet je, want het lijkt me ook weer moeilijk. Je wordt zo geïnspireerd, weet je, door, door rap, door R&B, door produceren, door een beetje show element. En dan denk je bij jezelf van, yo, it hits you. Weet je, je wordt er wel bij betrokken van Teen Boy. Maar wat is jouw call? Wat is jouw roeping? Begrijp je hip-hop, man. Hip-hop, zeg maar, dat is mijn... ik gebruik alles wat ik doe, gebruik ik hip-hop. Hip-hop was mijn core, mijn basis. Yes. Dus ik ben eigenlijk van 4 tot en met 9 of zo, ben ik op het podium geweest met Def. Daarna mocht ik niet meer van mijn mama, moest ik naar school, weet je wel. En toen eigenlijk weer vanaf 15, toen 16 of zo, toen kreeg hij die hits. En toen ging ik ook weer mee.
Zeg maar, weet je. Dus hij is al jaren mijn backup geweest. En al die tijd ben ik de backup geweest op podium. Weet je, vanaf, ja, tot nu toe. Gruwelijk. Zeg maar, staan we nog steeds samen op podium. Weet je, dus ik ben echt zo van, ja, hip-hop kindje. Zeg maar, yes, weet ja, 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 echt letterlijk even ja, gruwelijk. En echt, ik heb je zien opgroeien. Snap je? Mm-hmm. Ja, man. En lyrically, want ik hoor je allemaal dope punchlines gewoon blazen daar, bro. Ja, het is echt, het is gewoon hip-hop. Kom door mij. Ja, maar je weet dat soms gewoon de leerling wordt soms wel beter dan de weten. Yes, ja man. I love the energy. I love the energy. Shit. Gruwelijk. Los van die brag and boast, zijn er nog bepaalde thema's die je soms toucheert of zo? Ik hou van flowen. Met het rijmschema, daar ben ik mee bezig. En verhalen, ik wil het visualiseren. Ik wil gewoon random verhalen vertellen. Maar dat je het gewoon visualiseert in je hoofd, dat is het meer. Ja, het is gewoon een... Soul, ja, gewoon soul. Ja, gewoon soul, ja. Ik stel een verhaaltje vanuit een perspectief van iemand. Vind je een beetje een artistieke rapper eigenlijk, man? Ja, ja, het is een beetje, ja, zoiets. Zo'n soort kunstenaar, weet je? Je schildert gewoon lyrisch een painting eigenlijk. Gewoon. Ja. En een rijmschema, ik hou van rijmpatronen. Dat heb ik wel echt van Def. Een paar rijmschema's, en denk ik van, oké. Ja, daar hou ik van. Flowen. Want dat vind ik dat een MC maakt. Je weet zelf, rap is niet makkelijk, hè? Nee. Heb je, ik zeg ook vaak van... je hebt witte rappers. Mm-hmm. Die zijn technisch goed. Mm-hmm. Maar hun souls hebben geen soul in de muziek. Mm-hmm. Alleen die oldschool witte rappers wel. Ja. Zoals Skate the Great, heb je, die hebben soul. Ja. Maar die newschool rappers... Die kennen de soul niet van vroeger. Ja. Het is gewoon ABC, papa. Ik heb gezien en wat ik heb geleerd is dat... er was een discussie en op een platform en het ging over Eminem. En Eminem die zei iets over Lil Wayne van... Wauw, zei die deep punchline? Wauw, waarom ben ik daar niet opgekomen? Oh. En toen had ik gereageerd van... You can have words that can rhyme. Mm-hmm. Or having soul on ice. Juist. That's the difference. Dat heb je. En toen gingen mensen echt reageren van, wow, je weet toch, that's cold. Of dat is vreed dat je dat hebt gezegd. Heel veel gasten uit Yankee gingen dat liken, zeg maar. Okay. Weet je? En dat is een beetje wel wat ik heb aan de ene kant. Maar aan de andere kant, bro, moeten we niet overslaan dat sommige white rappers... Ja. Heel hard kunnen zijn hoor, bro. Natuurlijk. Wat kan jij nog herinneren? Kijk, toen Third Base kwam, dacht ik van kaka, wat is voor neppe shit, man. Met je neppe high top. Ja, hij blijft niet eens staan, maar ga toch weg, man. Ja, maar Third Base, maar die kennen die niet zo. Ja, maar ik vond ze nog steeds niet dope. Okay. Maar toen Everlast kwam, met Dope Syndicate, vanuit Ice-T's Corner, met die compilatie-album. En daarna kwam hij met House of Pain. Wij voelden Everlast wel. Dat wel. Wij voelden Everlast wel. Ja. Maar voor de rest, je weet toch, het is moeilijk te adapt to the soul. Maar technisch zijn witte rappers heel goed. Kunnen heel goed zijn. Ja. Net als blanke rappers, hè. Kunnen technisch ook heel goed zijn, maar het zou ook niet allemaal goed hebben, bro. Ik mis gewoon die soul in sommige. Dat mis ik bij heel veel rappers, man. Dat is los van kleur voor mij. Ik zeg het je eerlijk, Def. Ja, man. Want sommige blakke boys die ik hoorde, ik van... Oh, shit, man. Jij had gewoon je school af moeten maken. Gewoon je baan moeten zoeken, pik. Ja, en laat mij lekker met rust met je geblablabla. Ja. Oké. Ja, toch. Okay. Ja, knip het. Nee, we houden erin. Alles raw en uncut, man. Shit. Het heeft ook met cultuur te maken, natuurlijk. Cultuur. Sowieso. Ik wil namens Jaywalk... Wil ik jullie een cap alvast overhandigen. Een hele dope cap van Jaywalk. Dus dan weet je dat. Dus dat zijn people's van mij. Doe niet gek, Def. Dope. Dope, man. Mooie stof ook gewoon. Wat betekent Jaywalk? Ik heb... Wat betekent dat? Jaywalk. You walking with Jay. Okay. Laat het even daarop houden. Okay. Ik heb een grimy wear... T-shirt. Ik weet niet aan wie ik het moet geven. Het is alle twee een XL en ik heb een hoodie die is XL. Wie wilt welk? Wie wilt wat? Nee, don't worry, I got him. Ja? Ja. Ik wil een XXL. Een XX? Ja. Die moet ik voor je bestellen. Nee, ik kan hem voor je bestellen, dan kan ik maar je geven. Ja, is goed. Ja, zal ik hem voor je bestellen? Ja. Wat wil jij? Wil jij dan die t-shirt? Want die valt groot. Is Grimy. Is een nieuwe brand, Grimy Wear. Okay.
weet je, is gecoast door Method Man en Redman en Fat Joe. Okay. En dat is een Spaanse brand en hij doet het hartstikke goed, man. Het zijn echte dope hip-hop shit. Jullie moeten het gewoon checken op Grimyware. Okay. Die gasten hebben ook gewoon een Instagram account, moeten jullie checken. En dan ga ik voor jou, een double XL Jaywalk hoodie fixen, ja? Ja. Oké, dan hou ik even deze hier. Komt helemaal goed. Mensen, Alfa sowieso, man. Namens Jaywalk, je weet toch, salute. Mensen, we gaan naar de break toe en we komen daarna terug bij de tweede deel van de number one NL hip-hop podcast, de Doofpot. En dan hebben we een andere speciale gast aanschuiven hier aan tafel. In de building! We zijn er weer en inmiddels is aan tafel aangeschoven de one and only DJ van Postman, G-Bo! Raka! Yes. Yes, man. Mooi, man. G-Bo in the building! Thanks, man. Oh my god, weet hoe gelukkig het is, bro, dat jij hier aanwezig bent in de Akkerton in Damskop. Ja, man, alleen maar liefde. Zo lopen je heen zelf, bro. Ja, man. Samen met onze grote icon, Def Rhymes. Yes, Def. Alle ballen verzamelen! Gruwelijk, man. G-Boa. Yes. Welkom, man. Dankjewel. Welkom. Ik vind het super tof dat je er bent. Zeg ze wie G-Boa is. Dat moet G. We gaan met G-Boa door zijn tijdlijn sowieso lopen, man, bro. Wow. Chips. Hè, huh, bro? Ja, ik hoop dat ik alles nog weet. Ja, hè? Ja. Want G-Boa, jij bent een heel bescheiden mannetje. Ik vind jij was altijd heel rustig. Ja. Yeah. En jij observeerde de boel heel nauwkeurig. Ja. En je sprak niet veel. Nee. Klopt, ja. Dat doe je nog steeds niet. Nee. Maar nu hier in deze podcast, joh, takkieren! Ja, gaat goed komen. Je weet toch? Ja, ja. Maar jij was altijd een heel erg... Zijn er wiskundig voorgecalculeerd, rustig mannetje die heel goed de boel aan het observeren was en daarop inspeelde wanneer je moest bewegen, bro. Ja, klopt, ja. Ja. En daarom mis dus de rapper van Postman, kon niet zijn wie hij was zonder jouw wiskundige berekening in de achtergrond, bro. Ik zeg jou dat. Dat klopt. Dat... Heb je goed gezien? En we hebben dat nooit besproken. Nee, klopt. Maar omdat wij kunnen kijken met de ogen van ons hart toch? Ja. Juist. Dus wij kijken... Heeft die box. Ja, toch? Ja, toch? Ja, ja. Dus wij kijken en wij begrijpen al heel snel. Ja. Zonder dat we eigenlijk verbaal woorden hebben uitgewisseld. We hebben mensen gewoon door. We hebben alles door. We kijken met de ogen van ons hart. Want wij zo beleven we ook het leven. Snap je? Dus wij zien andere dingen. Klopt. Ja. Maar ik wil het onderste uit de kan halen van DJ G-Boa. DJ G-Boa, ja. Dus ik wil ook van jou weten, net zoals de kijker, die misschien nog niet echt zo goed weet wie jij bent, maar wanneer deze uitzending is afgelopen, weten ze wie je bent. Mm. Breng ons terug, eerste periode dat jij in contact kwam met hip-hop. Take us back. G-Boa, take us back. Nou, ik ik denk dat het rond 85, dus een jaar of 10 of zo. En met hip-hop, hè. Maar daarvoor was ik een jaar 6, 7. En mijn vader had heel veel platen. Maar geen hip-hop, het was jazz, funk, noem maar op. En toen ik heel klein was, zette hij op elke kant een kruisje. Dus op die 45 van... Dat moet je luisteren, dit moet je luisteren. Omdat ik nog niet kon lezen. Voor mij was ik nog jonger dan dat. Zo waren nog foto's en zo. En zat ik met mijn kleine headphone en zo. Als Chingboy zat ik gewoon die muziek te luisteren. En het was echt heel breed qua muziek wat mijn vader had. En mijn vader speelde ook gitaar. En daar werd ik geïnspireerd door. En ik dacht, ik wil ook een instrument gaan bespelen. Toen ben ik gaan drummen.
En ik was vaak in Damskool. Ik heb heel veel familie in Amsterdam. En mijn nicht, of mijn nicht en nicht van mij, Joan, die nam me altijd mee naar die hip-hop parties. Toen was ik een jaar of 11, 12. Ook observeren, checken zo. Kwam ik zo binnen en gewoon wauw, weet je, die hip-hop gebeurde. En ik luisterde ook vaak naar Amsterdamse Ferry Maat, volgens mij, als ik een van die sets. Ferry Maat en de Soul Show. Ja, en zo, weet je. Ja. Veel luisteren. En daar kwam dan hip-hop in de zin van Curtis Blow, disco ook en zo. Dus ik ben altijd wel beïnvloed geweest door muziek en verschillende muzieksoorten. Mm-hmm. En ja, jaren 85, toen kwam die liefde voor hip-hop muziek. En ja. Ook breakdance, DJ, rap, graffiti. Kon je een beetje breken? Een beetje wel, ja. Ik kon, en ook synchroom dansen en zo. Een beetje wat je zag bij, ook bij Chaos en Mokul. Dat soort dansen. Ja. Maar hen hebben hem verder getrokken. Ik was gewoon daar dat ik het gewoon tof vond om te doen. Gewoon het dansen. Gewoon hip-hop in het algemeen. Sowieso een shout-out naar Chaos en Mokul. Yes, sir! In the building! Dus dat ik zat op drumles en zo, 13 jaar. En ik zei tegen mijn vader, ja, ik wil een sampler hebben en zo. ik was de enige in mijn buurt in Kreuzwijk die wat deed, wat ik dan wist toen in die tijd, hoe ik daar liep. Ik was de enige bezig met muziek en niemand anders speelde instrument of wat dan ook. Toen dacht ik, weet je wat, ik ben alleen en alleen een drummer kan niet een band hebben in de zin... Ja, wel met mensen erbij, maar je moet dan mensen zoeken. Maar als je mensen van jouw leeftijd hebt die niet zo ver zijn, hè, dan moet je wat anders verzinnen. Dus de sampler, ken je een drum, een bas en dit en zo. Maar, je zette je eigen band, stelde je samen. Ja. Uiteindelijk wel. Maar voor die tijd, Def woonde bij mij letterlijk om de hoek, 2 minuten lopen. Dus ik was een jaar of 12, ging naar Def, hey Def. Ik kan me leren rappen. ik hield van alles, maar Def had nooit tijd. Def was altijd loesoe, of hij nam even de tijd en zo, zat zo snel. En hij inspireerde me, omdat hij was, voor ons was hij de man, hè, uit Damskool en zo, die overal ging en zo. Dus ik keek wel op naar hem, vooral ook in die tijd, dat inspireerde ook. Maar ja... Ik ben toen later ook bij ons in het clubhuis gaan draaien. Mm-hmm. Want ik hield ook van die DJ-dingen, ben ik gaan draaien. Welke clubhuis was dat? Weet je dat nog? Ook de Baruch had je? Nee? Baruch, ja. Baruch? Bij Noord en Noord. Wat was dat nou? Ja. Je weet welke ik bedoel. Ja. De boeg. Ja. En bij jou ook aan de overkant op die school hadden ze beneden een club. Maar daar kwamen wij als jonge boys ook. Lloyd kwam ook daar dansen. Oh, die danser Lloyd. Ja. Shout-out naar Lloyd. Ja, die kwam daar ook dansen en ik spinnen. En wij dansten daar ook met jonge boys. En dat was voordat ik echt Miss leerde kennen. Ik wist wel dat hij... in de buurt woonde en ik kon ook bepaalde gasten waar hij mee omging, kon ik, of van school of gewoon van de buurt, maar niet, ik hoorde niet bij die gasten. Ik was meer alleen, weet je, met mijn eigen dingen of vaak bij Def of zo, of met mijn brada. Dus het is een lang verhaal. Ja, joh, toch? En ik deed mee met hip-hop wedstrijden en... Get Hyper. Toen kwam ik Get Hyper tegen. Ik was een battle tegen hem en zijn groep. En die hadden we gewonnen. En na die show kwam Get Hyper naar mij. Hij zei, ik wil bij jullie in de groep. Ja. En toen... Toen, hoe heette die groep van jullie toen? Death Force, ja man. Toen was ik... Death, wist ik niet. Ja, Death Force. Zie je? Zo Death. Ja, die invloed was daar al dan. Ja toch? Toe Death, Death Rhymes, Death Force. Ja man. Maar ik heb wel Git Hyper van hem gehad. Het is Death Rhymes. Ja. Kid was... wat wij deden waren... Ik kwam vaak bij hem en was hij bezig met beats. En ik was bezig met rhymes. Maar meer freestylen en hij met die beats bezig en zo.
En uiteindelijk maakte hij ook beats voor Def. En dat wist ik niet. En de beats die hij voor mij had, gaf hij aan Def. Serieus? Ja. Weet je, en daar hadden we een paar jaar geleden hadden we daarover gesproken. Van wist je nog toen en zo? Je gaf gewoon mijn beats weg. Ja, weet je. Hij had ook zoiets van, ja man, die tijd was zo. Weet je, dus, dankjewel, Git. Dankjewel, Git. Maar het is goed gekomen, want uiteindelijk zijn wij gaan werken. De cirkel is rond. Hè? Weet je, maar... En zal ik die cirkel nog even doortrekken? Ja. Want op een gegeven moment dat hij in Amsterdam-Oost woonde. Ja. En wij vaak optrokken en gingen eten. Lekker daar, weet je, bij Ricardo's. Ricardo's, Yes, je weet toch, later werd Ricardo's. Maar hij zat eerst een beetje bij mijn rapport op die hoek, toch naast die café. Je weet toch, boom. Gingen we eten en bij mij op zolder had ik ook die Akai S59. Mm. En dan gingen we ook een beetje kijken wat we konden doen. Yeah. En toen zei ik van, Def, wie maakt die beats voor jou, man? Hij zei, ja, Git Hyper. Ik zeg, je moet me ophokken maar met die man, joh. Hij zei, ja, ik weet het niet, weet je. Hij doet heel moeilijk. En was het met Nitro, weet ik veel wat. En toen gaf hij me die hoek op, die link naar Git Hyper. En toen heb ik ook... Ben ik ook gaan werken met Git Hyper. Ja. Dus klopt. Dat was die cijfer, ik kom weer terug naar Damscore. Oké, so now you know! Dus op een gegeven moment zijn we gestopt, Git en ik, met werken, samenwerken. En ik dacht, fuck it man, ik ga gewoon zelf doen. Ik maak zelf mijn beats. En ik wist, mijn vader had die stacks met die platen en zo. Toen ben ik gewoon, toen ben ik in contact gekomen met Nitro via... Tommy ECT van Time Drillers. Hij woonde ook bij mij in de buurt. Bij hem gaan van, ja man, ik moet met die man Nitro praten, man. Weet je, want die man had echt dope beats. Hij maakte dope beats. Dope beats. En toen had ik nog geen eigen apparatuur. Dus wat ik deed, was ik kwam in contact met Nitro en kon ik beats bij hem maken. Dus, daar betaalde je dan voor de tijd. Maar als ik thuis was... En zitten, luisteren naar platen, luisteren. Oké, die drum pak ik, die bas, die dat, die zus. En zo maakte ik mijn beat, ging ik daar naar hem toe. En zette ik hem daar in elkaar. En was Nitro een soort engineer. En ook met zijn skills zei hij van, ja, weet je, beter doe je dan zo of zo of zo. Weet je, dus zo. En die is dezelfde strategie, hoe jij je beats al ging bouwen, om te denken van... Pak ik dit van daar, pak ik zus van zo. Ben je later dat je ging evolven in de game, ging je precies zo die koppelingen maken, man bro. Dan gaan we met die werken en dan gaan we die promoten checken en dan gaan we dit doen en dan gaan we zo doen. En dan kwam het ook zo samen. Dat was zeg maar een muzikaal zakelijk heb je het ook in elkaar gefranst. Begrijp je een beetje wat ik probeer uit te leggen, bro? Ja. Want we hadden het net over het feit dat je eigenlijk altijd heel stil was... en heel goed zat te kijken en te loeren en te berekenen... en dingen zat te bouwen eigenlijk in je hoofd. Maar je hebt niks anders gedaan, bro. Het begon eerst met pokoes en daarna werd het zakelijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, klopt. Dus een beetje love en respect voor dat is gewoon misschien een mooie kwaliteit van jezelf... waar je misschien zelf niet eens over na hebt gedacht op de manier hoe ik het je nu uitleg. Klopt, ja. Het was gewoon een gevoel wat je had. En je deed gewoon wat je deed. En dope. Dus dat zo gezegd, zo gedaan. Def was in zijn eigen lane ook bezig en zo. En ik dan met die young boys. En ik begon ook beats te maken voor mijn eigen groepen waarmee ik werkte. Ik werkte ook met The Real Vibe, dat is Caveriaans. En zijn een van de eerste Caveriaanse rappers sowieso, wat ik weet. Uit Rotterdam, die ook rap ging doen. In het Caveriaans, dus met hen werkte ik ook, deed ik ook een beetje mentoren en beats maken. En ze zagen bij mij, oké, hoe ik beats maakte. En zijn het gaan checken, gaan leren, ook gaan doen op hun manier. Die kreeg in de gaten dat hij ook rapte. We kwamen in contact bij een zo'n clubhuis waar ik draaide dan. Was hij met zijn mensen en we kwamen in contact. En hij zei dat hij ook rapte en zo. Ik zei oké. Ik zei ik doe beats en zo, dit en dat. En toen heb ik... Dat is in Rotterdam-Noord? Ja, Rotterdam-Noord, Kreuzwijk. Ja. Toen had ik voor hem wat ideeën en ik had ook ideeën. En heb ik voor hem een paar beats in elkaar gezet bij Nitro. Was hij bij, heeft hij kunnen zien van... Oh, die man doet werk zo, dit en dat. Want daarvoor maakte hij geen beats. Ik was de enige die van die generatie jonge boys uit onze buurt die dat deed. Heb jij die pokoe geproduceerd? Pam, pam.
Got it going on, die documentary of zo. Ja, die Dax documents. Ja. Heb jij die gemaakt? Samen met Miss. We hebben samen gezeten. Dat is ook. Ja, dat, ja man. We hebben, ja. Ik heb hem uiteindelijk hem gemaakt. En ik had hem nog een beetje gefine-tuned. En ik rap daar ook op. Ja, toch? Ja, daar. I hear evil. Ja. I see evil. Ik weet het, man. Je denkt dat ik niet weet, Ik was daar toch, Ja. En zo is dat. Door die trek is het balletje gaan rollen qua Postman. Maar voordat dat allemaal gebeurde, zaten we in de basement. Die hele visie van de Postman sound. Alles komt van de basement. Alles hebben we samen bedacht. En ik zei ook van, weet je wat, ik ga niet rappen. Ik zei, ik ga meer focussen op de beats. Weet je, ik had zoiets van, jij, ik vind jou beter daarin. Ik ga meer DJ'en, weet je, die beats en dit en dat. En zo zijn we in principe gaan werken. Dus de hele visie van Postman is van ons twee. Ja, weet je, jullie waren in een keldertje, toch? In een klein keldertje. Ja, klein kelder, ja. Maar die sound met die reggae. Mm-hmm. Ik weet dat op een gegeven moment in de enthousiasme van het succes van Postman. Mm-hmm. Heb ik Miss ooit eens horen zeggen dat hij niet echt rap checkte. Maar dat hij meer in die reggae zat. Ja. Klopt. Maar dat klopt niet, man, bro. Ik ga je uitleggen waarom. Want ik was daar. Hij is vergeten dat toen we werden uitgenodigd door Def en Get Hyper om te rappen op Back 'em Up G, was hij Igri Oe, kicking rounds like Berry Boo, was hij in die. En dat was 1992, bro. Ja. Dus hij is degelijk wel met zijn hoge Timberlands en die baggy jeans die toen nog niet bestond. We droegen die Levi's 501 en die chippies als baggies. Ja. We waren wel degelijk hip-hop, je weet toch? Ja. Maar daarvoor niet. Daarvoor die tijd dat was hij veel jonger, was meer reggae. Oh, was hij reggae? Ja. Maar hij, tuurlijk. Want hij was Secret Recipe. Ja. Met Devastate. Met Devastate, ja. Shout out naar Devastate. Ja. Ik was daar toch, G? Ja. Wat is er, man? Wat is er, Dev? Tuurlijk, ik was daar. Hoe weet ik niet dat? Ik was daar toch? Maar Dev, die kwam. Devastate, kom. Ja. Kijk, weer Dev. Fucken met die mannen allemaal van jullie, jongen. Stam ze eigenlijk, jongen. Ja, Devastate, ja. Die woonde ook in de buurt. Ja, maar die kwam later wonen in Crynest ook. Ja, klopt, ja. Ja, toch? Shout out naar Devastate en Sabrada. Major love, man. Sowieso, more power to you guys. Ja, dus ik weet van, dus toen ik dat hoorde, dacht ik van, hé, maar dat klopt toch helemaal niet? Want ik heb hem horen rappen bij Back 'em Up G. Hij was Secret Recipe. Ja. Hij heeft om en op getraind met E-Life. Ja. Je weet toch? In Nighttown en overal. Ja, toch? Dus hij deed die backups voor E-Life. Ja, maar op een gegeven moment. Die roots, ook sticky roots van hem was ook die reggae. Die reggae en die hip-hop. Weet je, dat komt wel samen uiteindelijk, reggae en hip-hop. Ja. Dus ja, daar is ook zijn influence van gekomen. Maar het komt ook een beetje door mij, hè? Ja. Ik zat in een reggae-band. Gruwelijk. Jij? Ja, Roots in the Cage. Roots in the Cage, ja. Serieus, bro? Ja. Dat wist ik niet. Ik heb getoerd door heel Europa. Klop. Je takkie toch, je moet praten toch, Dev? Ja, man. Weet je, ik hou niet van interviews. Het is geen interview, we praten gewoon als matjes onderling, man. Samse eigenlijk, man. Hij weet. Ja, man. Praat. Nee, maar Dev deed dat. Daarom zei ik, op een gegeven moment, de paden komen soms bij elkaar en soms niet. Iedereen moet zijn weg even wandelen om zijn dingen te doen, zijn grind of wat dan ook, weet je. Dus we hebben die Postman sound, die visie erachter hebben we samen gecreëerd. Zo is Documents ontstaan, het album en nog twee albums die we samen hebben gedaan. Grunnen. Dus dat. En kort samengevat, de blueprint van de visie, Postman. Mm-hmm. Wat als je die samen zou moeten vatten, wat houdt het in? Wat, kort gezegd, wat was die visie? Dat is een goede vraag. Ja. Creativiteit.
nieuw, verfrissend. Ja, en ook anders willen zijn en weten dat je gewoon goed bent. Je weet gewoon van, hey, we hebben shit. We gaan ervoor. Want veel van onze leeftijd die stopte ermee. En wij waren op een gegeven moment de enige twee die over waren gebleven van de vriendengroep die nog geloofde. Waar in Rotterdam-Noord? Ja, ja, waar mensen zich hadden van, hey, jij gaat weer worden rappen. Je gaat rappen, maar je wilt niks. Weet je? Ja. Maar we hadden die honger, die drijf en die connect samen. Om wat is van, ja, weet je, we gaan het gewoon bereiken. We gaan gewoon doen waar we goed in zijn. En dan zien we wel waar we komen. G-Boa, voor mij als boy uit Damsko. En ik zag jullie opkomen. Ik zag roots and culture. Ja. In een vernieuwd jasje. Ja. En ik was ontzettend trots op jullie. Hey, thanks man. En heel erg blij voor jullie. Dat jullie het brachten op een niveau waar het nog niet eerder op gebracht was. Ik ben een paar keer naar optredens van jullie gegaan. Waaronder in Imperium. In De Rai. In Amsterdam. Ja. Bij die reggae-soortige evenement. Ze hebben zoveel opgericht. Ja, je moet ik weet, ben aan het zoeken. Ik snap je. Ik weet dat je op die harde schijf nu aan het zoeken bent. Maar ja. Weet gewoon dat jullie hebben ooit eens opgetreden met de dames die ook gingen zingen op achtergrond. In Amsterdamse Rai. En ik ben op een paar, naar een paar optredens van jullie gegaan. Mm-hmm. Ik heb foto's zelfs gemaakt. Yeah. Gewoon om het vast te leggen voor mijzelf. Om te getuigen van wat ik op dat moment zag als inspiratie voor mezelf. Dat ik op mijn eigen manier mijn grind moet realiseren. Ja, man. Om ook op een gelijksoortige of betere niveau te komen. Want dat is altijd het streven van elke rapper in de game. Ja, ja. Of we moeten net zo goed of we moeten beter. Ja. Ja. En jullie hebben zo'n intense impact gehad op de scene. En ik kan alleen maar spreken vanuit de perspectief, vanuit artistiek perspectief. Want ik was een rapartiest. Ja, man. Dus de rappers onder elkaar, we hebben altijd hevige concurrentiestrijd, toch? Ja. En op een gegeven moment moet je die handdoek in de ring gooien, omdat je iets moet toegeven. Mm. Je kan bijvoorbeeld altijd boos zijn, je weet toch, op andere rappers en met ze willen battelen. Ja. Maar als je ziet dat iemand echt een power move maakt, wat jij nog niet hebt bereikt, moet je die handdoek voor jezelf in de ring gooien, anders ga je jezelf in de maling nemen. Ja. Weet je, moet je zeggen van, shit man, hij heeft het echt nu goed gedaan. Yeah. Hands down. We kunnen niks meer zeggen. En dat is, dat punt wat jullie wel hebben bereikt onder de artiesten van onze generatie. Yeah. Iedereen moest de handdoek in de ring gooien. Iedereen hands down. En we moesten allemaal toch respect opbrengen voor datgene wat jullie daar aan het neerzetten waren. Hey, thanks man. Ja, man. En daarom vind ik het zo bijzonder dat jij een van de designers, ontwerpers bent van de visie van Postman en waar het naartoe is gegaan. Mm-hmm. Dus die flowers wil ik je geven, bro. Hey man, thanks man. Dus dat. In the building! Yes, sir. Ja, man. Gruwelijk man, G-Boa. Wat kan je met ons delen, man, bro? Want ik zeg wel, ik praat wel over, zeg maar, over succes. En mensen hebben geen flauw benul, bro. Want we praten over jaren 90, 97, 98. Mm-hmm. Jullie komen met Cocktail op een bepaald moment. Mm-hmm. Jullie doen de meest gekke dingen, bro. Dat 97 al? Ja, 97, 98. Ja, toch, ja, man, bro. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, want ik was voorprogramma altijd bij hen. Ja, wat het, ja, klopt. Ja, klopt, ja, voordat ik eruit kwam. Begrijp je? Maar, maar snap je, bro? Kijk, je moet beseffen, bro, is dat wij waren gewoon allemaal daar present, hè. We hebben het allemaal meegemaakt. Ja. En dit is gewoon een beginstadium van een game die ging evolven op een manier wat nog niet eerder gebeurd was, man, bro. Weet je, clips opnemen in het buitenland. Ja, dat was echt wel. Dat jullie bijvoorbeeld, weet je, naar de Kapverdische eilanden gaan. Ja. Vandaar is Cocktail volgens mij. Ja, dat is Cocktail geschoten. I know, bro. Ja, man. Weet je, en dat waren gewoon power moves die nog nooit eerder gedaan waren, bro. Nee. Weet je, uniek ook. Oh ja. Weet je, met al die boys, weet je, met de Comedy Gunman. Ja. Gaan jullie naar Miami toe, springen uit een helikopter. Ja.
Tony die gaat spitten in Suriname. Ja. Uniek is, ik hou van Uniek. Is mijn broeder daar. Kan lekker rappen, is gek. Ja, toch bro. Ja, daarom zeg ik jullie van, kijk, jullie hadden toen gewoon dingen gedaan en neergezet die gewoon... Het was gewoon niet eerder gebeurd gewoon bro. En jullie sleepten ook gewoon awards volgens mij binnen. Hadden jullie niet een TMF Award ook gekregen? Volgens mij wel. Ik weet niet zeker, wel popprijs. Voor mij TMF Award. Nog wat zilveren harp. Ja toch, zilveren harp ja, ook. Ook. Ja, ja. Ja, wat dingen ja. Ja, klopt. Bro, weet je, gruwelijk. Weet je, ik, jullie waren all over. Ja. Jullie waren all over. Wat kan jij je nog heugen uit die periode dat jullie zo succesvol waren? Weet je er arrogant door? Wat? Werd je er arrogant door? Arrogant? Nee, ik ben altijd... Humble, hè? Humble, ja man. Je weet, met sommige dingen kunnen ook gewoon weer weggaan, weet je. Dus je geniet van het moment en probeert zoveel mogelijk jezelf te blijven. En te ontwikkelen van wanneer iets dan niet meer is, dat je dan ook niet stopt met leven of wat dan ook, weet je. Dus als ze stopt, ga je verder weer met wat anders of wat nieuws. En dat is het probleem van heel veel artiesten. Ze denken dat ze bekend blijven. Maar je moet ook beseffen, het kan over zijn. Juist. En je moet ook hard blijven werken om bekend te blijven. Ja, ja. Je kan niet teren op oud verleden. Nee, klopt. True. Ja, man. Het is zo, ja. Wat zijn belangrijke punten waarvan je hebt geleerd uit die tijdsgeest? Oké, sowieso het feit dat niks blijvend is. Ja. Nou ja, dat loyaliteit niet altijd is bij mensen. Dat je alles kan geven. Je bent met een groep mensen en loyaal. En dat mensen, wanneer er succes is, mensen niet meer loyaal zijn. Dat ze dan geld zien, andere mensen praten in hun oor. Weet je, mensen veranderen. Weet je, dat. Maar aan de andere kant ontmoet je ook weer goede mensen. Als je kijkt ook naar Def, weet je, in tijden waar ik misschien iets minder bezig was met Postman, zat ik meer met Def in de studio om zijn album op te nemen. Dus weet je, ik balanceerde altijd wel mijn dingen. En je document was gemaakt. We deden onze dingen. Werk aan het tweede album. Ik was daar niet zo, in het begin niet zo down mee. Ik vond niet dat hij die props kreeg bij Postman. Nee, klopt. Dus ik zeg, kom bij mij beats maken. Dus hij heeft beats voor mij gemaakt. Helemaal album bijna. Ja, de goeiste. Ja. We hebben mooie dingen gemaakt. Ja. Op een bepaald moment krijg jij, want dit is gewoon diezelfde tijdsgeest, dat gewoon jullie elkaar af en aan afwisselen. Ja. En E-Life komt straks ook nog in de picture toen in die tijdsgeest dat hij ook zijn shit dropte. Ja, ja. Rotterdam was gewoon echt eventjes aan in die tijdsgeest. Het was echt heftig, was echt top. Jij gaat nu opeens, krijg jij een nummer 1 hit. Ja, Doekoe eerst. Doekoe eerst, toch? Ja. En toen schudden. Nee, ik had een stuk of 6 top 5 hits. Wow. 6. Welke? Doekoe? Doekoe, Puff. Aha. Zit hem achterna. Ja. Ik ben niet te stoppen. Habib, die was ook was top 10. En de bom of zo? De bom was een ding van ons samen. Van Postman en Def. Maar hij stond op jouw album. Ja, dus ik heb echt veel top 10 hitjes gehad. Omdat, ja, ik was gewoon de enige gekste. Ja, sowieso. Op dat moment. En Team F en de box, dus. Gruwelijk. Maar mijn schudden was met de derde hit. Nummer 1 hit. Gruwelijk. Ik weet nog dat jij die Team F Award kreeg. En die heb jij overhandigd aan de zanger, Lloyd de Mesa. Ja, hij is tof. Ik vond het een hele... eigenlijk een emotioneel gebaar van jou naar hem toe. Want ik zag jou gewoon echt gewoon van... Je ging op 1 knie zelfs. En je gaf hem die award. Omdat ik hem dat gunde. Ja. Door hem heb ik een nummer 1 hit. Juist. Zoals beide, maar hij heeft geen gouden plaat gekregen. Dat kan niet. Juist. Dus ik gunde hem echt die gouden plaat. Want schudden is ook Lloyd. Ja. De Mesa. Ja. En ik. We hebben het samen gemaakt. Ja, man. Ja. Je weet toch, in die tijdsgeest, je weet toch, Lloyd was ook al een hele lange tijd aan het
timmeren aan de weg. Mm-hmm. Met Arnhems gewijs. En ja, dan ging hij weer een beetje solo. En op een bepaald moment leek het ook net alsof Lloyd ook nooit zijn credit kreeg voor wat hij deed. Snap je? Ja, ja, ja. Hij werd dat als een soort van, weet je, boy genomen en geslingerd van links naar rechts. En op een bepaald moment heb je gezegd ook van, hey bro, kom. Let's make this happen. Ja, en opeens krijg je gewoon die nummer 1 hit. En, ja, en net wat je zegt, je voelde gewoon op die track, dat was Lloyd. Dus je gunde hem gewoon die award. En dat is de enige nummer die ik binnen een kwartier heb geschreven. Gruwelijk, man, bro. Normaal, lijp, doe, en je normaal, hij weet, normaal doe ik het 2 maanden, 3 maanden over. Hoe lang? Echt lang, lang. Weet je die af? Nee, ja, nog niet. Nog niet, ja. Ja, old school methode. Ja, ja, toch? Ja, toch? En maar je performt nog steeds, je traint nog steeds met die track op, hè, bro? Elk tot de weekend. Dag van vandaag. Elk weekend. Elk weekend sta je nog steeds op de plank, hè, gek. 2, 3 op per weekend. Power to you, man, bro. Ja, doekoe, hè? Hosselen, hè? Ja, ja, we moeten hosselen. Uiteindelijk moet je hosselen. Zeker, 100%, man. Ja. Gruwelijk, man. Ik heb altijd gehosseld, eigenlijk. Ja, ja. Vanaf way back. Je moet, ja, er komt altijd. Is er money bij mij binnengekomen? Dus ik denk dat ik 7 miljoen op mijn bank heb. Ik moet denken opeens aan het filmpje, want ik zag dat je hier de bankrekening liet zien. En ik weet niet hoeveel erop zit, maar het is een paar euro of zo. Hierom takkie eigenlijk, wat Jean? Ik zal nooit meer privé zaken. Nee, ik ga nooit meer dingen zien. Nee, klopt. Nooit doen. Nee, dat gaat niemand wat aan. Sowieso niet, man. G-Boa. Ja. Yeah. Ik heb eigenlijk een tory eigenlijk die ik wil geven. Zie je? Gewoon zelfs mijn phone die geeft van, aye, let's go. Op een gegeven moment, Postman gaat Comedy Gunman produceren. Ja. Postman gaat compilatie-cd's produceren. Social Life. Mm-hmm. Ik sta ook nog op die compilatie-cd. Track. Op een gegeven moment, bro, zag ik dat jullie echt Biggie begonnen te worden. Maar je weet toch, as in the movement, begon die game echt te godfatheren nu. Althans, dat was de koers. Mm-hmm. Ja. Volgens mijn optiek en perspectief als bewoner van Lijp in de Pijp, irritant in de diamant. Check bow vanuit de Van Waal. Zag dat jullie kantoor gingen beginnen in de Gerard Douwstraat. Ja. Dat is mijn stomping ground daar, achter de Albert Kuipmarkt. Ja. Dus jullie kwamen nu bij mij echt dicht in de buurt. Ja. En ik zat toen tegen Kees. Kees, ik hoor jullie gaan een compilatie-cd neerzetten. Ja. Als je mij niet op die cd zet, ga ik jullie laten zien wat een cocktail echt is. En ik praat niet over die single van jullie. Maar je kantoor is in mijn backyard. Dan ga je zien wat cocktail is door je ruit. Ja. En toen kwam ik op die compilatie cd. Ja, maar ja, die Tory wist ik niet. Ik vertel je nu. Ja, toch. Oh, la. Snap je, ik was altijd een lauwe straatjongen. Ja, man. Maar, Kringtaki. Op een bepaald moment, er is zoveel, jullie hebben zo enorm veel goed werk neergezet. En de gunfactor was wel ook daar. Er was niemand waarvan ik wist van die liep de fronten tegen Postman. Snap ik bedoel? Qua? Nou, gewoon qua street credibility. Mm. En vanuit de artistieke wereld, misschien dat je een paar haters, maar die heb je altijd. Snap je? Yeah. Maar over het algemeen was die gunfactor daar, want niemand kon om jullie heen en niemand kon de hustle nakken gewoon. Ja. Ik denk persoonlijk zelf dat Miss een fout heb gemaakt. En ik ga er gewoon hardop over praten. Okay. Op een bepaald moment, hij ging zoveel projecten godfather en waar het steeds als producent zelf produceren, dat de sound eentonig begon te klinken. Ja. Want je kan niet voor Unique hetzelfde produceren qua sound als voor Sunny D. Yeah. En ook niet voor Sunny als voor E-Life. Yeah. Of voor Karima. Yeah, yeah. Of voor Robert Lee had je ook nog. Snap je? Yeah. En er was nog een Jamaicaanse chick volgens mij die ook nog ook op die social life stond. Die ook nog iets ging doen. Er waren verschillende meiden en jongens. Yeah. Gewoon MC's en female MC's. Mm. Die
je weet toch, met pokus uitkwamen. En hij produceerde dat. Yeah. Op een bepaald moment werd het gewoon, die hi-hat was gewoon steeds hetzelfde. Yeah. Snap ik bedoel? Die snare was gewoon steeds hetzelfde. Yeah. En ik vond dat jammer. Terwijl hij in die tijd was omsingeld door zoveel verschillende topkwalitatieve producers. Mm-hmm. Waaronder jij zelf ook. Mm-hmm. Waaronder QF ook. Yeah, yeah. Waaronder GO van MD. Yeah. Southeast Alliance ook. Yeah. Ik kan nog wel een paar namen opnoemen. Die hij eigenlijk in zijn kamp had moeten nemen. Waardoor de sound gevarieerd bleef klinken. En waardoor iedereen zijn eigen identiteit en stijl qua sound zou hebben. Mm-hmm. En waardoor het in zijn totaliteit kapot interessant zou geweest zijn. In plaats van steeds diezelfde hi-hat met die snare sound soort van ding. Ik vond dat dat een fout is geweest. Van mis een fatale fout. Wat uiteindelijk de belangstelling een klein beetje liet schudden. Heeft hij gelijk of niet? ja, er zit zeker wel een waarheid in. Ik weet hoe je dat zo zegt. Ik denk dat hij misschien te veel zelf wou doen. Dat bedoel ik toch? Ja, en bepaalde mensen ook dachten van hij is onze redder. En kijk, chemistry ligt niet alleen. Als je elkaar niet gunt en je rekent het maar op één persoon. En die persoon heeft het ook niet zelf verzonnen. Er is een hart, er is een begin. En waar het vandaan komt, hoe iemand zo kan bewegen. Als je dat weghaalt, dan haal je misschien de helft maar over. Je hebt niet die sound, je hebt niet die spirit. Als je de geest eruit haalt, heb je alleen die hi-hat. Je hoort die beat. Maar is de geest de ego of is de geest wijsheid? Want E-Life kon ook produceren, bro. Ja, ook. Ja. Dus ik zeg jou echt, ik denk dat door het zelf steeds maar in handen willen hebben, dat je daardoor jezelf in je voet hebt geschoten. Want je kan niet elke artiest hetzelfde laten klinken, bro. It's impossible. Klopt. Je moet, het is. Als je geen Diamond D bent, als jij geen Eric Sermon bent, je weet toch? Ja. Dan kan jij niet met jouw sound 12 artiesten, 15 artiesten produceren. Het bestaat niet. Nee, nee. Je moet het uit handen geven. Je moet zeggen van, G-Boa, jij doet dit. Hey, E-Life, die beats van jou waren dik. Weet je? Snap je? Uitbesteden. En vooral, want jij praat over leiderschap. De movement postman was leiderschap, bro. Je bent geen opvolger van iets. Je bent een leider daar. Snap ik bedoel? Het was een movement. En een movement bestaat altijd uit een paar forefront leaders. Ja. En hun moeten de deuren opentrappen van die game die ze voor ons bewust dichthielden. Dat weet je. Ja. Dus ik zeg, die verantwoordelijkheid, je kan wel mensen gaan compileren om op tracks te gaan. Ja. Maar zet ze ook op andere stijl beats en betrek ook andere DJ's. Betrek gewoon de culture, because it's a movement. It's roots and culture, right? Ja, dan maak je het grootste. Snap je? Het is niet alleen maar één kapitein op het schip. Nee. Echt niet? Nee. Snap je? Ja, maar zo is het wel. En als je zo wel, als de persoon wel op dat moment zo dacht, dan had het die kant op kunnen gaan. Ik vind het jammer dat Mis niet zo dacht, want ik, at the end of the day. Ik weet niet, ik zeg eerlijk, ik wist helemaal niet hoe hij dacht in die zin. Weet je, het was wel gewoon meer van. Dat hij veel zelf deed of met bepaalde mensen die niet uit de hip-hop kwamen. Zeg wat je voelt, hè? Ja. Mensen die niks met hip-hop te maken hebben en wat je zegt, een bepaalde sound wou creëren. Dus de ziel is er niet meer. Het is gewoon zonder ziel. Het idee, de intenties was wel misschien goed. Maar je moet altijd terugkijken naar de mensen met wie je het hebt gedaan. En hoe die sound, of hoe het is gegaan. Als je dat allemaal weghaalt, precies wat je zegt. Want je haalt die mensen weg die er ook voor hebben gezorgd dat Postman zo is gegaan. Hou je weg, ga je met nieuwe mensen, wil je alles zelf gaan doen. Juist. En je betrekt dan niet ook andere mensen in de culture. Het was social life, het is roots in culture, mensen. Maar ja, kijk, met bepaalde dingen, daar had ik geen invloed op. Als er bepaalde dingen werden besproken met managers of whatever, daar zat ik niet bij. Werd ik misschien bewust, onbewust weghouden. Want ik was moeilijk in die dingen, weet je. Ja. Ik was gewoon van, nee man, ik wil gewoon dat dingen werken.
Dus ja, het is lastig, weet je. Ik denk dat je hem dat zelf zou moeten vragen, maar ik denk wel... Hij wil niet komen. Ik heb hem zo vaak uitgehoord. Ik zeg, joh, mis, kom dan langs. Yeah. Maar ik denk wel dat er een hele erg grote kern van waarheid zit in wat je zegt. Oh, zeker wel. Want, zeker. Dit is, ik ben ervan overtuigd namelijk. Yeah. Omdat ik gewoon dit echt zag. Ik was erbij. Yeah. En het was gewoon ook de talk of my city. Yeah. Weet je toch, wij spraken van, hey, waarom hoek die man jou niet op? Weet je wat het is? For some reason. Het is bijna oneerlijk om te zeggen van, je mag het niet verwachten. Maar als iemand een power move maakt. Mm-hmm. Laat toch gewoon eventjes zeggen van, ik word morgen getekend als eerste artiest uit Nederland, Benelux, Europa, die getekend wordt bij Def Jam Records. Gaan de Engelstalige MC's niet een beetje toch stiekem naar mij kijken met de hoop that I get him involved with A16 bars on one of my songs, at least, of a hook? Yeah. Je gaat nog naar me kijken toch, bro? Yeah. Want je gaat mij toch zien als een soort van redding, want al die jaren heb je lopen vechten. Je bent niet geslaagd om te bereiken wat je wou bereiken. Mm-hmm. Nu na bijna 30, 40 jaar, iemand gaat het toch uiteindelijk doen. Dan ga je toch stiekem kijken naar die persoon van, hey shit man, get me involved. Yeah. En dan kan je mensen niet zoet houden alleen maar met een compilatie-cd'tje. Nee. You really need to get him involved. Dus eigenlijk jouw bedrijfsstructuur moet daar gaan uitbreiden. Yeah. Omdat jouw verantwoordelijkheid wordt groter. Wordt groter, ja. Ja, maar hij wil het gewoon zakelijk. Hij wil het gewoon... Maakt niet uit, zakelijk. Ja, maar zakelijk is toch goed? Maar ja, dan, je moet uitbreiden. Dat is goed, dat zeg ik. Het is goed. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, iedereen is boos op Kees de Koning. Mm-hmm. Maar als je... je zaken goed hebt gedaan, dan kan je om Kees de Koning heen. Dus hij wilde gewoon zijn zaken goed geregeld hebben. Daar heb je het over wie? Bij iedereen. Nee, maar was niet alleen maar Kees, was ook Lars, weet je. Maar we gaan nu... Kijk, hij weet precies. Hij moet lachen. Hij denkt van shit, hij weet het. Ken is echt op de hoogte, jongen. Ja. Je weet toch? Kennen kan je wel zo'n handje hebben, gehad, weet je. Maar je kan toch bij mensen diep in de pakjes reiken. Je weet toch, G? Maar luister, kijk, ook waar het denk ik ook een beetje fout is gegaan. Omdat, weet je, Sonny D zou eigenlijk de eerste zijn met een deal. Voordat wij een deal kregen. Ja. Je had Unique, was bezig, Eleven, weet je. Maar er zijn bepaalde dingen gebeurd. Hè? Kijk, wanneer iets niet goed groeit, dan wordt het nooit die mooie roos. Het wordt wel, je denkt het is wel mooi, maar als je goed gaat kijken, denk je van, hé, er klopt iets niet, hij groeit niet goed, dit en dat. En uiteindelijk groeit het niet meer verder, weet je. Maar als je iets goed plant, je gunt elkaar, je groeit samen, je gunt, je geeft wat je zegt, je deelt, je betrekt mensen, dan wordt het groot. Je kan niet denken van, hey, ik heb nu dat ding nu en ik hou hem vast en het wordt groot en ik word zo en zo. Nee, dat werkt niet. Toch moet je beginnen met papierwerk. Ook, maar de belevenis van de movement is heel belangrijk. Dat we die visie op één level hebben, bro. Want wat verkeerd wordt geplant, kan nooit recht groeien. Ja. Wat scheef geplant wordt, groeit nooit recht. Ja, maar als je van tevoren alles goed regelt op papier. Maar natuurlijk, je moet dingen, maar hoe ik het zie, waar wij vandaan kwamen, was het gewoon alleen maar de liefde, je deed wat ja, je... Okay, hè? Ja. En daar waren nog geen papieren. Die papieren kwamen pas later, wanneer mensen zagen, hé, er valt money te maken. En wie hadden wij? Ik had niemand die mij stond van, hé, let op die toren, let op dit, let op zus. Ja, het was gewoon chaos, gewoon van... Ga, weet je. Bij mij ook, hoor. Weet je, en gaandeweg leer je, zie je, spreek je mensen. Denk je, oh fuck, oké, zo werkt die Tori. Ik heb helemaal masterrechten weggegeven. Ja, man, bro, ik weet ook van jou dat je had zoveel eigenlijk hits. En op een bepaald moment, je had niet die recht op die hits die je had moeten hebben. Omdat je niet oplettend was genoeg. Ja, klopt. Zakelijk. Waardoor je eigenlijk heel veel geld bent misgelopen eigenlijk, man. Ja. Daar gaan we niet over praten, maar we toucheren het gewoon even. Maar het is gewoon verrot, weet je, het is gewoon verrot. Het is gewoon ook een leerproces. Ja, snap je, ja. Ik pak elke weekend mijn boekingen. Dat ja, belangrijk. gelukkig ja, moederdag ja, vandaag, ja. Weet je. En weet je, kijk, soms zeggen we van, ja, we kunnen die en die en die niet blamen. Maar ik vind, persoonlijk, als jij mij zakelijk benadeelt ten opzichte van jouzelf... Dat jij er wel beter op wordt, alleen ik niet op de manier hoe jij er beter op wordt. Is het sowieso een hele grote vorm van disrespect. Zo is het. Ja. Waar. Ja, niet anders. Dan kan je lullen met je papierwerk.
Maar op papier na jij mij eigenlijk. Mm. Maar in mijn gezicht lach je en geef je me de hand en geef je me een... Ja, 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 maar ja, op ja. papier na jij mij gewoon wreed. Je koloniseert mij gewoon wreed. Mm. En jij onderdrukt mij. En benadeelt mij economisch. En beperkt mij in mijn bewegen en in mijn groei. Dat is wat dat papierwerk inhoudt. Ja, ja. En daarom wil ik eigenlijk altijd heel goed op één level, één lijn zitten met iemand, voordat we überhaupt gaan werken. Ja, ja. Want als wij goed op één lijn zitten, gaat ons papierwerk er ook goed uitzien. Ja. Maar hebben we dat stukje niet echt goed besproken, gaat ons papierwerk er altijd fromo uitzien. Ja, ja, daar ben ik wel mee eens. Ja, toch? Ja, 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 ja. Real talk. Ja. Bro, ik wil nog even sowieso een shout-out geven aan de dansers die bij jou als achtergronddansers hebben gedanst. Chaos, Mokul, maar ook Mello en Cedric. En ook Piwi en Droepie. Ja, 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 sowieso. Zoveel dansers gehad. Wow. Hele goede dansers. Super. Als ik deze namen voor je noem, wat komt er bij je op dan, Gap? Jeugdsentimenten. Ik ben wel nu een jeugdsentiment voor de ouderen van nu. Maar dat is mijn jeugdsentiment van toen. Ja, ja. Wat was Mello lauw, dat hij gewoon met zijn arm gewoon... Ja, ja, ja. Plastic Man. Ja, man. Die man was toch gek. Ja. En Chaos en Mokul waren toch zo'n gruwelijke combi ook. Ja, ja, ook. Vet. Mensen die niet weten praten over Chaos, die later bij K-Show ging zingen. Je weet ook, boy. En je weet dat... Total Chaos, die kon toen niet optreden. En toen hebben ze een pokoe van volgens mij bij Metropool. En toen bij Max. Max wou ze niet laten optreden. Oh, ja, ja, Max. Ja, ja, ja. Max Pinas. Pinas. Ik heb met hem op school gezeten op Spinoza Lyceum in Amsterdam. So I know. En toen heb je Total Chaos een tijd gegeven in jouw eigen show. Dat ze toch een pokoe konden performen daar. Ja, kan wel, ja. Voor me wel, ja. Ja, bro. Dus, ik ben altijd een gunner geweest. Altijd. Weet ik. En namens Fiority moest ik je alsnog bedanken voor die, beweging. Verlin. Ja, toch. Ja. Ja, man, heren. Ja, zoals jullie al begrijpen, ik was er al die tijd ook bij. Zeker. En ik heb alles van dichtbij meegemaakt en gezien. En ik heb ook veel geleerd, weet je, van de toffe dingen wat jullie hebben gedaan en de fouten ook die jullie hebben gemaakt. Maar wie is jouw beste rapper? Nederlandstalig. Super. Mijn beste? Nederlandstalige rapper. Ben ik zelf, man. In the building! En jou, de jouwe? Ik heb niemand. Ik kan elke dag anders zijn. Ja. Is wat mijn vibe is. Die van mij en mijn broertje, toch Blakka Pim. Shout out naar Blakka Pim. Yeah. Roffa in the building. Ja, man. Roffa in the building. Ja, ik hou van Blakka Pim. Ja. Hij is grof in zijn bewoordingen, man. Ja, ja, ja. Hij kent ze. Gruwelijk, man. Heren, we gaan eruit als hoe we erin zijn gekomen. Ja, man. Wil je nog een shout out geven, G-Boa? Shout-out naar iedereen die gaat checken en heeft geluisterd. Shout-out naar jou, shout-out naar Def. Shout-out naar alle mensen van de old school. Nieuwe mensen die het goed doen. Ja, man. Def Rhymes, wil jij nog een shout-out geven? Shout-out naar mijn eigen ik. Shout-out naar mijn jeje. Shout-out naar mezelf. Want ik hou van mezelf. Kies voor jezelf. Hou van jezelf. En zet jezelf op nummer 1. Yes, sir. Ja, no doubt. En ik wil je ook nog sowieso... Even die flashback geven, hè? Dat je ging optreden, dat je bij dinges opkwam in het concertgebouw in Amsterdam. Huh? En dat je die scenario ging performen, Busta Rhymes. En ik zat in de zaal en ik zag je. En ik dacht, kijk mijn nigga hier, joh. What the fuck? Dus ik kwam gewoon brutaal op die podium. En ik kwam gewoon met je mee bouncen, met je team, brada. To death. Maar ik kwam net 2 uurtjes geleden van het ziekenhuis. Ja, hè? Revalidatie, dus ik... Je was gewoon out of breath. Ja. Maar je presence was daar zo hardnekkig, intens aanwezig. Dat iedereen keek daar gewoon doorheen. En iedereen gaf je gewoon love voor het feit dat je daar toch stond.
Dat dus toch. Ik wil je ook gewoon bedanken voor die belevenis die we samen hebben beleefd. Dat toch. En ik wil een shout-outje geven aan mijn partner in Shine, Arius. Ik wil een shout-out geven aan mijn crew hier in Akdeton. Ik wil een shout-out geven aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, all over the land of the Dutch. And remember, we cannot be touched. Het is de number one NL hip-hop podcast, de Doofpot, waar er in niemand anders dan behalve in onszelf geloofd wordt. All praises due to the most high. Een shout-out naar Def Rhymes, naar Toedef, naar G-Boa, Jaywalk in the building, Grimy Wear, yep. Essential Couture, Pro Max, Rascals, what's good? We in the motherfucking building! Rappers worden lauw omdat de grind vaak voor joker zet. Geef ze hoop, respect en ook nog cadeautjes weg. Microfoon en minimumloon voor karaoke les. Ook al heb je beats een 1000 kilogram. Ik lust je rauw, pauw, net als een broodje pam. Daarom laat ik MC's zweten, man. Zeker weten, man, dan eet dat dan. Die eet de peper in je fucking eten, man. De veteran, de vrij... Yeah. Luister dan, brother, die chickie van je is wack. Ze stinkt uit de bek en ze dampt uit de nek. En ik snap niet wat je in die chick ziet. Ze lult met ik slik niet. Vraag het maar nou wanneer je Rick ziet. Hey, laat het door die zetten, man. Yeah. Yeah. Ja toch. Def, major thanks voor je komst. G-Boa, major thanks voor je komst. Een shout-out naar al je peoples daar in Rotterdam-Noord. Ik heb zelfs een babymama daar zitten in Rotterdam-Noord. Want je weet, broertje, je weet... Major love. Want je weet, ik heb mijn rondes ook gemaakt. Niet alleen jij, Def. I know. Yes! Romaisa, je papa houdt van je. Kom maar checken. Bof, urs. Goed aan mijn 8 kinderen. Mijn 8 kinderen. Heb je de 8? Mijn 8. Ik denk niet dat je veel hebt, hè? Want je weet, ik heb 2 kids zoveel als jij, hè? Ik zit op 16, hè? 8 jongens, 8 meisjes, dus dan weet je het. Ik schiet anders. Pow, 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 pow! Yes! G-Ball, hoeveel heb je? Ik heb er 3. Zie je? Ja, hij is bescheiden, hij bleef gecalculeerd, zie je? 3. Zit in zijn eigenschappen. Gruwelijk, man, broers. Major love. Hey. Earth. A 1-2-1-2, a 3-4-5-6. Boogie the type of nigga to pop 4-5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks. I'm raised by the hood, get done all. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad team speed more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow.